Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Meubelen Jonckheere. Dag beste kijkers en luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Foto's Met. Een podcast waarin wij het hebben over foto's, feiten en fedivers. Onze gast van vandaag ging van deelnemer van de slimste mens ter wereld naar de burgemeester van de mooiste stad ter wereld. De prijs van mooiste loopgezicht ter wereld daarentegen zal hij nooit winnen. Familie en vrienden zijn voor hem onbetaalbaar, net zoals gas voor ons. Kan jij daar iets aan doen, alsjeblieft? Volgens hem is België het nieuwe Griekenland. En dat is wel jammer, want wij lusten geen feta. Deze selfie-god houdt niet alleen van politieke partijen, maar ook van verkleedpartijen. We zagen onze gast al furoren maken als een panda, Sinterklaas, Darth Vader en een Romein. En dan maar zeggen dat politiekers geen maskers dragen. Maar kom, we gaan niet zagen en klagen. We zijn al lang blij dat hij een broek aan heeft vandaag. Welkom, Bart De Wever. Dank u wel. Ja. Mooie intro. Alles zat erin. Ik heb heel mijn leven zien voorbij komen. Ja. Eigenlijk. Alright. Enfin, toch het publieke deel ervan. Ja, de rest hebben we eigenlijk heel weinig gevonden. Je schermt dat wel goed af, heb ik de indruk. Ja, toch wel. Ja. Enfin, je hebt je publieke persona en liefst zoveel mogelijk daarnaast. Ja, ja. Direct doorwaadbaar moet zijn. Nee, absoluut. Dat kan ik enkel maar ondertekenen. Zo zijn wij ook een beetje. Hè, een beetje gereserveerd. Een beetje berekend. Dat is niet altijd slecht. Meneer De Wever, wij starten onze podcast altijd met een ijsbreker. Om zo een beetje het ijs te breken dan natuurlijk. Wij hebben ons laten vertellen dat je altijd dossiers laat opmaken van de mensen die jij gaat ontmoeten. Dat klopt. En wij vragen ons af, wat staat er in ons dossier? Of zijn wij niet belangrijk genoeg geweest? Nee, ik voel een nee aankomen. Dat is een veelzeggende. Ik denk dat het dossier beperkt was tot het zijn die mannen van Kurkdroog. Allemaal mee moeten veel meer stond er niet in. Ah, oké. Er was me wel nog wat persoonlijke informatie over iemand van jullie bereikt, maar dat is misschien beter dat dat persoonlijk blijft. Oei, oei, oké. Okay. Wonderaars van u die mij dat aangesproken hebben. Je mag mij altijd bellen en zo. Maar dat moet je nou wel doorsturen. Ja, ik zal het u straks bezorgen. Ja, okay, dus je krijgt een onrechtstreeks een booty call via de burgemeester van Antwerpen. Dat is wel... Next level, toch? Ik doe een dienstbetoon voor al mijn burgers. Dank u. Er is ook iets dat we gelezen en gehoord hebben waar wij het eigenlijk niet zo mee eens zijn. Je houdt niet van voetballen. Ik heb er gewoon geen belangstelling voor, voetbal. Het kan me echt niet boeien. Ik ben één keer in mijn leven naar een voetbalwedstrijd gegaan en ik vond die behoorlijk saai. Maar, was dat Club Brugge? Dat logisch, was Beerschot in een vroeger tijdperk, toen ze in eerste speelden, maar way back. En die speelden toen tegen Anderlecht. En een van de sponsors vond het absoluut nodig dat ik dat zou bijwonen. Ik was toen nog geen burgemeester. En ik durf niet weigeren, ik ben daar naartoe gegaan en ik vond het onwaarschijnlijk saai. Onwaarschijnlijk saai, echt slaapverwekkend. Er gebeurt niks in zo'n match. Ik ga graag naar basket. Ja. Als je daar je hoofd draait naar uw buur, dan heb je al 3 goals gemist. Ja, ja. Voetbal, daar gebeurt een half uur niks. Ik vind het gewoon saai. Ik kan er niet aan doen, dat boeit me totaal niet. Maar het is tactisch, het is strategisch. Is dat niet iets dat u... Nee? Een beetje schaken totaal... Nee. Het is aan mij voorbij gegaan, echt waar. Nooit gespeeld, nooit naar gekeken. Mogen wij nog eenmaal proberen u te overtuigen? Ik vind wel dat voetbal echt mensen verandert in totaal andere personen. Ja, dus je hebt soms mensen die je kent en die zijn rationeel, succesvol, gedistingeerd, deftig. En dan gaan die een voetbalstadion binnen. En dat is alsof dat die in de vestiaire hun verstand afgeven en al hun manieren en ook al hun terughoudendheid. En dan veranderen die in een totaal andere persoon. Ja, een uitlaatklep, zeggen ze dat soort beesten. Zou kunnen, maar een persoon waar ik van denk, ik had die liever niet gekend. Dat is niks voor mij. Ik ben redelijk gereserveerd. Dus zo totaal uit de bol gaan en dan nog eens in groep op zo'n tribune, dat is, ik word er ijskoud van. Basket is de sfeer heel anders. Die is heel familiaal in basket. Daar gaan ook tegenstanders van verschillende ploegen zeer amicaal met elkaar om. Het idee dat daar iets zou kunnen gebeuren van vijandigheid... Dat is bijna ondenkbaar. En ja, in voetbal zit er toch een bepaalde grimmigheid, een bepaald soort stamgevoel van wij zijn nu allemaal holbewoners en daar zitten die van de andere grotten en als we die te pakken krijgen, dan gaan we die uitschelden en in sommige gevallen wij ook wel... jullie, hè? Zo meer een wijsheid gevoel. Ja, als ik die politieverslagen lees over het voetbal, dan moet ik zeggen, dat is gewoon mijn ding niet. Nee, ik zou er niet graag tussen zitten. Het spijt me zeer. Ik weet dat het volkssport nummer 1 is, maar... Het levert mij wel wat voordeel op, omdat niemand zal mij verdenken dat ik dus partijdig zou kunnen zijn in de grootste stammenveten die ooit in Antwerpen heeft bestaan, zijn die tussen de honden en de ratten. Ik ben daar helemaal van doordrongen wat dat betekent nu. In het begin snapte ik dat niet, nu snap ik het heel, heel goed. Maar ik ben wel blij dat ik er niet tussen zit. Ook al woon ik zelf in Deurne en ben ik dus van nature een hond. Ja, in principe wel. Maar toch, de enige wedstrijd dat je dan hebt bijgewoond is wel van... Ja, maar het is lang geleden. Toen speelde voor Beerschot nog... Een hond vergeet niet, meneer De Wever. Nee, dat heb ik ook al wel vastgesteld. Dat honden niet vergeten en nog minder vergeven. Maar toen speelde voor Beerschot nog een speler die niet heet Pakken. Oh, Polke Pakken. Ja, ja, ja. De zwarte... Polke Pakken. Dat is het enige dat ik van voetbal weet. Ja, ja, maar... ja, dat is... Ja. Ja. Die is inderdaad al even geleden, Polke Pakken. Dat gaat in de begin 2000 jaren zijn. Ja. Dat zal zoiets, ja, 20 jaar geleden zijn. Ja. Ja. Dat was de eerste en de laatste match die ik ooit heb gezien. Oké, dat begrijpen we. Mogen we u toch nog één keer proberen te overtuigen van de schoonheid van de sport? Totaal vruchteloos, maar... We gaan het proberen. We gaan het Jacco, let's go. Het gaat lukken. Soeverein Thibaut Courtois meegeven aan De Bruyne. Die geeft meteen snelheid aan de actie. Rechts Meunier. Kijk eens met hoeveel ze mee zijn. Lukaku in de 16. Kijk, die de bal laten lopen. Binnen. We gaan naar de kwartfinale. Japan tegen de mat in de slotseconde. 3-2. Maar wat een tegenstand. De Bruyne trok de turbo op gang. De ruimte en de Japanners konden niet meer op tijd terug. Courtois erbij. Iedereen. Erwin Lemmers. Brazilië. Hier komen we. Meneer De Wever, ik zie dat het u tot op het bot raakt. Ja, ik ben ontroerd. Tranen moeten ingehouden worden. Hier wilt u toch deel van uitmaken? Samen in de vreugde van op een zekere afstand, ja. Hebt u deze wedstrijd toevallig gezien? Nee. WK's, EK's, nee, niks? Ik laat die aan mij voorbij gaan. Dat zijn ideale momenten om eens rustig op restaurant te gaan. Ja, dan kun je boeken waar je wilt. Je hebt overal plaats. Ja. En het is overal rustig in de stad. Je moet gewoon zien dat je voor het einde van die match terug weg bent. En dan heb je een hele schone avond gehad. Ah, oké. Ik denk niet dat dat poging mislukt. Oké. Die andere 3 video's mogen dan wegdoen. Ja. Die gaan niet lukken. Delete die maar, ja. Oké, dan... Stel ik voor dat we gewoon met de eerste foto ineens beginnen en met de eerste foto in huis vallen. Jacco, kun jij de eerste foto uploaden, alsjeblieft? Kijk eens aan. Wat zien we hier? Ja. We hebben ook luisteraars. Ja. We vragen altijd onze gasten om eventjes de foto dat ze, zij niet zien dan... Ja, om eventjes te beschrijven. Ja, hier zit ik op het dak van de stad. Dus de hoogste toren is de kathedraaltoren. Die meet 123 meter en enkele centimeters. De haan is het hoogste punt. En dus die stond in de stellingen op een gegeven moment tot boven de haan. Nu niet meer. En dit is het moment waarop we de haan hebben teruggeplaatst. Want die is opnieuw verguld. Dat is iets dat 1 keer om de 50 jaar ongeveer gebeurt. Dus dat maak je normaal gezien in je leven 1 keer mee. En dus daar staan, dat was zonder overdrijving een van de mooiste momenten van mijn leven. Ja. Ja, echt waar. Dus die haan terugzetten, dat heeft mij heel sterk ontroerd. Omdat ik vind dat die toren, ik wil het niet te serieus maken, dat is echt ons DNA. Als je gaat opzoeken wie die heeft gebouwd en je ziet die namen en je stikt vandaag in een 1207 zeker is dat tegenwoordig, .be of wittegids.be, je tikt die namen in. Die mensen wonen nog altijd in Antwerpen. Dus dat is eigenlijk ons visitekaartje, dat is wie dat we zijn. Die toren zien is nog altijd thuiskomen voor mij. Ik heb dat zelfs als ik van Gent, dus van het platteland kom, en ik rij richting Antwerpen over de E17, is er die moment dat je plotseling in de toren zit. Ja. En ik kan er niet aan doen, maar dat raakt me elke keer. Ja. Elke keer. Ook als ik op reis ben geweest, terug die toren zien. Het thuisgevoel. Dat is, ik ben thuis als ik die toren zie. Zo eenvoudig is het. Ja. Is dat de mooiste stad van de wereld dan, Antwerpen? Als je van Antwerpen bent, ben je wel geneigd om dat te zeggen. Misschien is het wat overdreven, de mooiste stad ter wereld, maar het is zeker geen lelijke stad. Nee. Als je in de wereld een beetje hebt rondgereisd, er zijn behoorlijk wat lelijke steden, maar Antwerpen is daar nu toch niet bij. We hebben wel wat erfgoed. En die kathedraaltoren, die gotische toren, dat is ook een van de meest perfecte gotische torens ter wereld. Ik kan een gans uur uitleggen waarom dat zo is. Je kunt dat ook gewoon van mij geloven. Maar de vorm van die toren, ik zal het heel kort zeggen, dat is een perfecte raket in steen. En dat is wat je heel zelden ziet. Een gotische toren heeft een raketvorm, maar die van ons is tot boven afgebouwd in steen. Vaak, Sint-Rombouwstoren, is die zo afgeplakt vanaf een bepaald deel. Dat is niet zo schoon. Soms heeft hij ook een spits in leistenen. Maar die van ons is tot in de kroon in steen afgebouwd en heeft een perfecte raketvorm. En dat is iets... Ja, dat is echt perfectie. Dus wij zijn echt beter in alles. In alles zou ik niet durven zeggen, maar op vlak van gotische torens staat die van ons toch denk ik wel in de top 5 van Europa en dus van de wereld. Want ik heb me altijd laten vertellen dat er eigenlijk normaal twee zo'n torens zouden zijn. Want er is één met zo'n zwart... Ja, er waren er meerdere gepland, dus twee van voor. Er was ook nog een centrale toren gepland die nog veel hoger moest worden. Maar de kathedraal is afgebrand in 1534, als ik me niet vergis. Ik sla er nu een slag aan 1534. En dan hebben ze dus de rest van de bouwplannen grondig herzien. We wouden dan een grotere kathedraal bouwen, daar zijn ze dan wel aan begonnen. Maar onderweg is dat, zoals vele Antwerpse infrastructuurwerken, een beetje in het slop geraakt. En dan is eigenlijk de kathedraal... Zoals, afgebouwd zoals je ze vandaag ziet. Het geld was op dan eigenlijk. Of, Maar als je rond het altaar staat, dan zie je dat die zuilen die daar staan, dat die eigenlijk gebouwd zijn om een hele zware, hoge toren te dragen. 200 meter. Maar die is er nooit gekomen. Alright. Nog dichter. Ja, modulair. Modulair. Ja, voilà. Dat ziet er top uit. In de achtergrond zien we uiteraard ook de prachtige stad. We hebben het er juist voor de podcast al heel eventjes aangeraakt, maar kunt jij dialect? Want jij praat altijd netjes op de televisie. Ik moet zeggen, sinds ik burgemeester ben geworden, minder dan daarvoor. Ik krijg daar wel eens opmerkingen over dat ik Antwerpser klink de laatste 10 jaar dan in de eerste 10 jaar van mijn carrière. En ik denk dat dat ook waar is. Doordat ik veel meer tijd in Antwerpen doorbreng, zie ik wel dat mijn Nederlands qua klank wat naar het Antwerps aan het schuiven is. Af en toe hoort je jezelf bezig en denkt je, ja, inderdaad. Het klinkt wat Antwerpser dan het zou moeten. Mogen. Het is ook geen sympathiek dialect in de rest van Vlaanderen. Spijtig, hè? Nee, wat kunnen we eraan doen? Moeten we geen charme-offensief? Weinig. We zijn gewoon onszelf en dus de beste. En dat steekt andere mensen hun ogen uit en die vinden nu dan antipathiek. Er is weinig aan te doen. We hebben niet zo'n sympathiek dialect voor de rest van de Vlaanderen. Zelfs... Bij uitbreiding voor anderstaligen. Ik heb ook eens met Spaanse vrienden, en dat was ik ook met mijn zus aan het praten, dialect. En die zei ook van, dat klinkt heel agressief tegen elkaar. Antwerps, dat is met al die straattaal ertussen waarschijnlijk. Dat is meestal wat Latijnstaligen en van alle Germaanstaligen vinden, is dat ze agressief klinken, omdat wij veel gutturale klanken hebben. Dus dat is gewoon zo. Terwijl, als je Scandinavië in Italië zit, die gaan direct denken, iedereen heeft die ruzie. Die zo gesticuleren en veel volume maken. Dus dat is puur de klank. Wij vinden ook Duitsers vaak heel hard en agressief. Dat is niet zo, maar dat is de klank van die taal. Historisch gezien ook niet de beste propaganda gemaakt voor het Duits natuurlijk. Ja, hier en daar een paar passages gehad die misschien lang in het geheugen blijven hangen. Dat is ook wel zo, ja. Maar dialect zelf, dus de woordenschat, dat is zeker niet bij mij perfect. Alles behalve... Niet de generatie van mijn ouders, zeker niet van mijn grootouders. En ik zie bij mijn kinderen dat ook verder verloren gaat. En, anderzijds duiken er dan weer nieuwe woorden op, Arabische woorden, Berberse woorden, die plotseling ook Antwerps zijn. En dat is dan een taal of een dialect dat ik niet spreek, maar dat ik wel leer via mijn kinderen. Een beetje bijblijven. Als Interview with a Vampire. Proberen bij te blijven. Zeker. Hoe moeilijk dat ook is. Wat is uw favoriete plaats in Antwerpen? Heb je dat? Een favoriete plek? Een favoriete plek? Goh. Zijn er veel natuurlijk, veel leuke plekken. Ja, er komen er nu heel veel plotseling voor de geest. Die plek was natuurlijk zeker niet de slechtste plek om ooit eens te zijn. Nee. Daar helemaal boven. Daar voelt je echt, dat is zo het Titanic gevoel, hè, The King of the World. Als je bovenop de kathedraal, eigenlijk nog hoger dan de kathedraaltoren zelf. Dat is het hoogste punt dat je in Antwerpen kan staan. Ja. Mm-hmm. Hoger dan dat is zonder bepaalde middelen in te nemen, weliswaar. Ja, natuurlijk. Laten we zeggen, fysiek is dat het hoogste punt dat je kunt geraken. Ja. En het is de King of the World effect, omdat je die 360 graden daar hebt. Dat is toch wel een van de mooiste plekken en ook een van de mooiste momenten van mijn leven. Dat ik daar stond. Met de bisschop die dan de haan heeft gewijd. Het was alles erop en eraan. Ja. Een moment waar je met de glimlach op terugkijkt. Ik zie het zeggen. Weer al een beetje emotioneel. Inwendig, ja. Hou het inwendig. Meer emotioneel dan de voetbalfragmenten. Ja, minder kan nauwelijks, moet ik zeggen. Minder kan. En wie vind jij zo in de historie van Antwerpen de belangrijkste Antwerpenaar die er geweest is? Ik wist niet dat jullie zo moeilijke vragen gingen stellen. Ook daar zijn vele antwoorden mogelijk. Dat weten natuurlijk, ja. Maar niks van Sint-Aldegonde misschien. Je kunt ook gewoon uw favoriete kleur vragen als je dat liever hebt. Zelfs dat is moeilijk. Want dat is eigenlijk blauw en ik zou geel moeten zeggen. Dus je brengt mij daar dan weer mee in ideologische conflicten. Maar niks van Sint-Aldegonde misschien. 16e burgemeester die de stad heeft verdedigd tegen Farnezen. Ongelooflijk verhaal. Is wel een belangrijke Antwerpenaar. Ja, er zijn er zoveel. En waar zouden wij op die lijst komen? Van de belangrijkste Antwerpenaren? Ik vind dat je zo'n balans pas na de dood moet opmaken. Ah, oei. Ja. Ja. Bij leven iemand positioneren is moeilijk, want stel dat er dan morgen een kinderlaakje in uw koffer van uw auto wordt gevonden en ik heb hier nu gezegd, ja, toch wel in de top 10. Ah ja. Je moet altijd voorzichtig zijn. Twee woorden spreken, oké. Ja. Je krijgt ook in het stadhuis geen portret voor je dat je goed en wel op Schoonselhof ligt. Daar lag jij gisteren, heb ik bijna... Het scheelde weinig, ja. Het scheelde weinig. Toen ik erover liep, dacht ik, ik zou misschien beter van de eerste keer blijven liggen. Even een dutje doen. Ja, een lang dutje. Had je niet goed voorbereid? Nee, ik heb een slecht jaar gehad. Dus ik heb, eind vorig jaar was ik eigenlijk echt in topvorm, al zeg ik het zelf. Ik heb Athene gelopen en dat is de marathon bergop. Dus dat is pittig. En dat ging heel goed. Januari corona gehad. En vanaf dan een diep. En vanaf dan zo het een of ander Achillespees ontstoken. Allerlei gesukkel, slechte voorbereiding... druk op het werk, dus onvoldoende getraind. En ik voelde het al wel, het is eigenlijk niet goed genoeg. Maar ik ga hem toch lopen. En dan in het begin wat te snel willen lopen, met het idee van ja, ik ga toch niet met een slechtste tijd lopen, waardoor dat ik natuurlijk bij uitstek in het laatste derde alles verloren heb en met een slechtste tijd heb gelopen. En op Schoonselhof voelde ik het al wel. Van dit wordt hem niet. En welke kilometer zat het toen aan het Schoonselhof? Oh, dat is een goede vraag. Moeilijke vragen hier. Ja. Oh, achteraf het parcours, het is allemaal een grote blur. Het enige wat ik heb gezien was mijn hartslagmeter, die dus te hoog stond vanaf kilometer 1 al. Voor de snelheid die ik maakte, had ik te veel slagen. En dan, ja, elke loper weet dat dan de man met een hamer komt. Dus in het begin, de eerste 10 blijft lopen met het idee, hij gaat misschien zakken. Ja. Hij gaat misschien zakken, maar die zakte dus niet. En dus tegen dat ik in een helft was, heb ik dus, wist ik, ik heb veel te veel benzine al opgereden om die tweede helft uit te rijden. En dan komt dus de man met een hamer. Dat is meestal in het laatste derde zo, als je 30 kilometer voorbij bent. En dan verliest er nog onwaarschijnlijk veel tijd. Ja, dan valt hij helemaal stil. Hè. Onwaarschijnlijk veel tijd. Maar je hebt hem wel nog uitgelopen, wat op zich toch nog wel... Allee, als je zo lang aan het afzien zijn, slechte voorbereiding hebt... Opgeven is geen optie. Dus je krijgt dan braakneigingen... van die krampen in je kuiten, waar je van die pijnscheuten krijgt. En dan denkt je wel eens, eigenlijk zou ik beter stoppen. Maar ja, ik zit zo niet in elkaar. Bovendien, als ik zou stoppen, dan weet ik wat de krantentitel van de dag is. Bart geeft op. Flasht dat dan door je hoofd, echt zo? Bij momenten wel, ja. Ja, dus zowel de laatste motivatie die we nodig hebben om te zeggen, misschien toch nog doorlopen. Kan ze het niet gunnen. Dat is dan gewoon mental override. Hè. Der willen entscheidet, hè, om het in het sympathieke Duits te zeggen. Ja, ja, ja. Dus klinkt goed. Ja, klinkt goed. Klinkt goed, hè? Ja, der willen entscheidet. Dat klinkt heel goed. Kijk, ik loop wel. Het is goed. Voilà. Ja, het is goed. Ja, dat is die, ik zie dat tegen mezelf. Der willen entscheidet. En dan, voilà. En de laatste 5, 6, 7 kilometer loopt het dan toch door, ondanks het feit dat heel je lichaam zegt stop hier onmiddellijk mee. Je kunt dat dus, hè. Je geest kan je lichaam overriden. Je kunt dat gewoon doen. Niet oneindig, maar je kunt dat wel. Dat is, en dan komt het over de meet en dan kijkt op je klok en dan... oh mijn god. Maar is dat dan toch nog het gevoel dat overheerst van shit, mijn tijd is slecht? Ja. Niet zoiets van, yes, ik heb het toch gehaald. Ik ben een competitief en prestatiegedreven mens. Dus zo, de mensen die dan komen van, ha, je hebt hem toch uitgelopen. Ja, nee. En 99% van de mensen kan dit niet. Die zouden dan allemaal de spreekwoordelijke... koek op hun bakjes willen geven. Om het op zijn Antwerps te zeggen, het enige dat telt is, dit was de slechtste tijd van de 7 marathons. En ga er nog mee doen? Wel, dat is nu de slechtste, dat is nu de prikkel van wat gaan we doen. Ik ga eerst die blessure moeten in orde brengen, want anders is het zinloos. De Achillespees? Ja, dat is de aanhechting van de Achillespees op de enkel. En dat is dus, vorige het weet is dat chronisch. Dus dan beginnen ze met needling en meso en shockwave therapie, allemaal van die dingen waar ik denk... Het interesseert me niet, ik begin een tijd voor, maar ik had het misschien toch moeten doen. Typische hardloopblessure voor, iets oudere mensen. Hè. Iets ouder? Iets, hè. Ik kon ook bejaard zeggen, hè, maar dat heb ik nog niet gedaan. Dat is ook een manier om u wat op te krikken. En die, hoeveel mensen in mijn leeftijdscategorie lopen nog mee? Ja. En hoeveel? Niet zo bijzonder veel. 50-plussers lopen niet zoveel. Maar dat is, beginnen te fietsen. 's Morgens weten al... Ik heb van Jan, je komt eraan. Het was niet de meest succesvolle marathon die we hebben gehad, moet dat zeggen. Normaal hebben we een paar duizend lopers, nu waren het er maar 1000. En dan weet je onmiddellijk al hoe laat dat het is, want iedereen die je daar ziet is de helft jonger. Ja. En ziet er ook pak sportiever uit. Dus dan en dat zijn dan de diehards ook. Dit komt niet goed. Hè? Ja. Maar je weet dat eigenlijk, 's morgens staat op en je weet, je voelde eigenlijk al van, oef, het gaat precies niet. Nee. Na de eerste 10 kilometer kunnen de balans opmaken. Ja. Nee, want in Athene dacht ik ook, dit wordt niks. En die was zeer, zeer goed. Mm-hmm. Heb ik echt heel goed gelopen. Waarschijnlijk door hem heel goed voor te bereiden. De DD van 25 kilometer bergop. Dat was zo goed voorbereid dat het uiteindelijk... En zo goed ingedeeld, die was perfect. Ik heb daar op het einde echt gevlogen naar mijn normen. Mm-hmm. De laatste 10 kilometer tegen 11 per uur, voor mij is dat snel. Amai, het zou wel zijn. Als je er al 30 gedaan hebt, toch? Hè? Dus dat was goed. Dus ik wist het niet echt wat ging zijn. Dat het niet goed ging zijn, dat wist ik. Maar dat het zo slecht ging zijn, was toch wel bitter. Ik ben er zeker van dat je volgend jaar terug meedoet. Ik ben daar ook relatief zeker van. Als ik hem wat beter kan voorbereiden, doe ik mee. Ja. Voilà. Overtuigd. Misschien moet jij ook eens meedoen, hè? Marathon van Antwerpen. Op karakter. Amai. Dan moet ik eerst wat Duits leren. Maar anders loop ik achter u en zal ik u voortdurend met Duitse slagzinnen motiveren. Duitse Latijn, dat helpt. Motiveren. Let's go. Ja? Latijn, dat is dus als je doodvalt. Dan kan ik een paar spreuken in het Latijn zeggen die u dan naar de eeuwigheid op weg helpen. En ik heb een dokter die naast mijn fiets, die zegt in 90% van de gevallen sleur ik u er terug door. Ah, oké. In geval van dit. Ja. Dus dat zijn toch op de verhoudingen. Fiets, op de fietsen, die fietst mee, voor het geval dat je Sudden-Dit zou hebben. Want ik kon nu veel doen voor de marathon, maar nu zo op straat sterven, dat vind ik iets te dramatisch. Het is wel een dramatisch einde. Ja, dat wel. Dus dat spreekt me wel aan, maar... Wat zouden uw laatste woorden zijn? Het is toch wel, dat kies je meestal niet zelf. Hè. Nee, ja, maar als je sterft tijdens de marathon, zou dat wel eens heel, heel prozaïsche woorden kunnen zijn. Zo vooraleer dat je sterft, laat je meestal ook nog alles lopen. Dus dat is niet, is niet de schoonste dood. Je ziet trouwens tijdens de marathon mensen die alles hebben laten lopen. Hè. Dat is typisch voor een marathon. Runners slot. Op een gegeven moment de controle... Jij wilt achter mij lopen. Ga wel wat zien. Misschien moet jij achter mij lopen. Nu dat je het zegt. Ja. Nee, dat kun je wel hebben. Dus. Het is niet de schoonste dood, denk ik. Ja. Nee. Dus, maar 90% valt mee. Hè. Dat is wel good out. Dat is beter dan in mijn dikke tijd, denk ik. Overlevingskans bedoel ik. Hè. Ja. Dat denk ik wel. Ja, dat is ook wel een prestatie. Dat je toen de marathon had gelopen? Dan had ik niet gelopen. Ik heb nu 90% kans dat ik de marathon overleef. Dus ik denk niet dat ik nog 90% kans heb dat ik mijn volgende bezoek aan het Draakske nog overleef. Dat op een gegeven moment. Dus, voilà. Gaat u nog naar het frituur? Ja, toch wel. Absoluut. Dat wel. Ja. Dat heb je nog niet opgegeven. Ik heb 4 kinderen in huis. Hè. Die vreten de oren van mijn kop. Dus af en toe... Maar jij is dan... Ik eet wel een heel klein beetje mee, maar niet meer zoals vroeger. Ja. Want zijn jij nu een foodie geworden? Echt zo heel gezond? Dat ook niet. Nee, gewoon veel minder eten? Of? Nee, ik eet andere dingen. Dus ik heb 1 ding geleerd, dat is dat smaak echt gewoonte is. Dus wat je gewoon bent om te eten, dat eet je graag. En het is echt mogelijk om die gewoonte te veranderen. Dat vergt een periode van volharding. Dus ik had vroeger veel rood vlees. Ik vond dat het lekkerste dat er is. Zo'n steak rossini, een biefstuk met dan nog van die foie gras erop. Ethisch onverantwoord, qua gezondheid onverantwoord, totaal niet woke. Maar lekker, hè? Michel van den Bossen die sloeg op mijn gezicht, maar ik had dat zoveel als dat kon. Ja, nee, ik kasseerde die slagen met plezier. Denkende aan mijn volgende steak rossini, ik zou dat dus nu niet meer binnenkrijgen. Ik zou dat ook niet meer verteerd krijgen. Je schakelt over naar lichtere dingen, zoals vis, zeevruchten, kip. En plotseling stelde u vast dat dan plotseling uw lievelingseten is geworden. Aan een tijd, dat gaat zelfs redelijk snel. Alcohol, idem dito. Ik kan zonder mijn pintje niet leven. En op die moment is dat zo. Ja. Totdat je dat dan toch een keer probeert. Mm-hmm. En dat 6 maanden volhoudt. En dan plotseling gaat er een schakelaar om in je hoofd. Waar je zegt van dat drinken, waarom was dat eigenlijk nuttig? Ja. Dus natuurlijk, ik ben ook een iets oudere man. Dus ik heb mijn drinking days are over. Maar in de politiek werd toch wel wat gedronken? Veel minder dan vroeger. Hè? Ja, dat is wel veel minder dan vroeger. Dus nu? Of toen dat jij... Laten we zeggen, als je de lange tijdspannen neemt, sinds de Tweede Wereldoorlog, denk ik dat er steeds minder is gedronken. Dus de generatie van Wilfried Martens, daar werd heel stevig gedronken. Ook aan de onderhandelingstafel dronken die sterke dranken en zo. Ik heb dat nog geweten, helemaal in het begin. Dus ik ga al een hele tijd mee. In het begin hebben we dat nog geweten. Dat ze dan s'avonds met de whisky kwamen. Maar dat is vandaag bijna ondenkbaar geworden. Dus de samenleving is enorm versoberd. En de politiek is in alles bijna een afspiegeling van de gewone samenleving. Ook in het zakenleven wordt er veel minder getafeld, veel minder gedronken dan vroeger. Ook de gezondheidshype is opgekomen. Hè. Mensen willen nu gezond zijn, zo dik zijn, dat is voor de elite. Is dat niet meer in. Hè. Je ziet dat ook in Manhattan, zie je geen dikke mensen, of in Washington DC. Het is nu gezond zijn, sporten, foodie, maar dan zo de kwaliteit van het leven gaan zoeken. Dat Instagram. Is, ik heb dat in mijn leven helemaal weten omslaan. Ja. Helemaal. En dus drank is daar ook een stuk bij, wat gemarginaliseerd. Okay. En merkt dat veel verschil met niet te drinken? Dat is enorm. Enorm? Ja, dat is gigantisch. Nu, ik was wel een gezond boeleke, zoals ze zeggen in Antwerpen, dus ik kon wel wat hebben. Ik ben zo is de restaurant gegaan na een frustrerende onderhandeling, zeer frustrerende onderhandeling. En dat was bij toen mijn favoriete Italiaan in Brussel. En die zei, signore, ik zie, u bent toe aan een grappa. Ik zeg, dat is goed, laat dat fles maar staan. En we waren dan met een man of echt en die fles was leeg. En ik zei tegen de gezelschap, alleen hebben we toch wel ferm gedronken. Waarna de ene na de andere zei, maar we hebben daar niet van gedronken. Dus plotseling zonk het besef in, hoe heb ik die fles alleen leeg gedronken? Ja Bart, je hebt die alleen leeg gedronken. Grappa. Dan denk ik, oei, als ik nu recht sta, en ik stond recht, ik kon nog vrij normaal naar de auto gaan. Ik moest zelf niet rijden, voor alle duidelijkheid. En dat was wel een moment dat ik de klik heb gevoeld van Bert, dit kan eigenlijk gewoon niet meer. Ja. Je hebt hier een volledig fles grappa in je graad geslagen, pas op, we hebben er uren gezeten. Hè. En dat is normaal geworden. Ja. Allee, dat is een normale consumptie geworden. Dit kan gewoon niet meer. En dat was wel een van de momenten vlak voor de klik om te zeggen van jongens, we gaan hier iets aan doen. Want, en dan ben ik daar radicaal mee gestopt, maar ik zeg het nog eens in mijn studentenjaar. Ik heb gedronken totdat ik 40 jaar was en dan niet meer. Dus het plezantste deel van mijn leven heb ik wel gedronken. Ja. En bij momenten ferm gedronken. Okay. Studentenclubs, die staan erom bekend. Ja, en ook zo naar het stamcafé gaan en dan levens van het vat drinken. En dan, dan vertel de anekdotes aan hun vrienden en die worden grappiger. Ook al zijn dat ineens terug dezelfde anekdotes van 2 uur ervoor en zijn die nog grappiger. En dan vliegt de rochel in je gezicht, maar je vindt dat ook niet meer erg en zo. En ik kan u één ding zeggen, als je dat niet meer drinkt, moet je daar wel radicaal afscheid van nemen, want zo'n avond, als je nuchter bent, is plotseling heel anders. Dat is echt heel anders. Dus de motoriek van dronken mensen en dus de anekdotiek van dronken mensen vanuit een nuchter perspectief is onuitstaanbaar. Dus daar moeten van vluchten. In het begin heb ik dat zo nog wat proberen verder te zetten, want ik drink niet meer, maar ik kan toch nog met mijn maten op café. 2-3 keer en dan zeg je, jongens, sorry, maar wij moeten niet meer rekenen, wij moeten niet meer bellen, want dat is alleen maar om jullie naar huis te brengen om 2 uur 's nachts. Maar het is ook zo, zette mensen, die komen ook altijd heel hard rond u hangen. Die komen verschrikkelijk dichtbij. Heel in je oor zo, en dat is echt niet gedronken, dat is niet aangenaam. Ja. Dat is heel, als je zo dat warme adem, inclusief het lichaamsvocht, dat u al bereikt... van mensen die dan vinden dat ze heel dichtbij iets moeten komen vertellen, is typisch iets voor dronken mensen. En die op een gegeven moment pinnen die u ook vast, want om 12 uur denkt hij, ik moet hier weg. Dan zeg je, kun je maar thuis afzetten? En dan zeg je, maar ik ging wel door. Oh, geef ons nog één. Ja, dan denk je zo, nog één dan. En dan wordt het al af één. En dan heb je zo 3 cola zero's op een rij staan. Want mensen die alcohol drinken, drinken niet meer voor hun dorst. Hè. Die zeggen dat ook. Maar dorst heeft niks te maken. Maar cola drinkt voor dorst. Dus je hebt cola. En dan vroeger vroegen mensen dan een reep chocolade. In de tijd van mijn grootouders, een ronde overslaan, dan vroegen die chocolade. Ja, mijn grootmoeder die had zo'n heel chacos vol met repen Côte d'Or. Dat was dan voor het bezoek. Dat kwam. En dan moeten die naar huis brengen. Maar dat is ook vrij bangelijk, want je zit dan aan het stuur. En je hebt dan zo 3 zetten op de achterbank, die bij elke verkeersdrempel komt. Denkt, hier gaan we. Ik ging daar allemaal even op. Die oprispingen en de radio is op. Echt vreselijk. Ik heb het nog 2 keer gedaan. Nooit niet meer. En dus je sociaal leven verandert wel vrij drastisch als niet-drinker. Toch als je vrij radicaal de klik maakt van... Ja, van teen tot gezond boelke naar echt gezond. Ja, ze echt team geswitcht. Ja, voilà, het is te snel gegaan. Dus het was een vrij radicale breuk. Ja, such is life. Dat was nog altijd maar de eerste foto. Ja, dat is een foto, dus we gaan de volgende foto er eens gaan bijhouden, denk ik. We hebben, oh mijn god, jongens. Klein Bartje. Die gevonden. Ja. Staat die gewoon online ergens? Of? Ja, ik denk in een artikel van Humo, maar al een tijd geleden, denk ik. Dat zou kunnen, ja. Ik denk van Humo. Ja. We hebben enkel het internet geraadpleegd voor de foto's. Ja, dus, ja, voilà. We hebben niet ingebroken of het een of het ander. Toen had ik nog sproetjes. Ja. En op een gegeven moment gaan die dan weg. Hè. Ja, hoe oud was je op deze foto? Een jaar of 10 of zo, ik weet niet. Zoiets. Ik weet het eigenlijk niet. Dat was de tijd, toen waren die capsules, hoe onvoorstelbaar dit ook mogen zijn, was dat dus in en hip. Bloempotcapsel. Ja, zo'n pispottenpuurkop en alles. Rondknippen. Ja. Want welke, wat spreken we nu? We hebben 19... dat zal dan rond 1980 geweest zijn. Ja. Dat is een schoolfoto, dan neem ik aan, of... Ik denk het. Dat is de typische schoolpose, toch? Ja, ja, opzij zitten en dan zo van een... Op dat krukje draaien. Heb jij een goede jeugd gehad, meneer De Wever? Oh, dat denk ik wel. Ik ben eigenlijk geen Antwerpenaar, maar hou dat stil. Dus ik ben opgegroeid in Kontig Kazerne, in Den Bled. Nog erger dan waar dat uw studio is, echt Den Bled. Ja. En dan ben ik verhuisd naar Mortsel, want het was eigenlijk een Morselse familie. De Wevers is een Morselse familie. En ik ben op 18 jaar ben ik naar Antwerpen gekomen en gebleven. Maar ik heb dus echt zo'n jeugd van naar het klein schooltje gegaan. Hè. In een heel andere samenleving toen nog. Ja, dat zal wel. Die nog niet multicultureel was, toch niet in Kontig. En die nog vrij eenvoudig was en niet grootstedelijk. Geen elektronica, enfin, geen gsm's, geen internet. Ja, zoals de fixjes, er was nog geen gsm. Je moest toen nog afspreken met mensen op een bepaald uur en een bepaalde plek. En als je die miste, die afspraak, dan was je hulpeloos verloren. En ik heb ook een diploma gehaald zonder Google. Dat is de enige manier om nog enig respect van mijn kinderen te krijgen. Dat is af en toe zeggen dat ik heb een diploma gehaald zonder Google. En dat is toch zo even 3 seconden schok van... Wow. Hoe kan dat? Hoe kon je dan iets weten eigenlijk? Ja, dat is een encyclopedie. Ja. Een bibliotheek. Een bibliografie open doen. Een biblio wat? Ja, dat gaat wel snel. Ik moet zeggen, de technologische revolutie, dat is al 200 jaar bezig. Maar de manier waarop je eigenlijk nu in je leven sprongen moet maken, dat is toch iets wat geen enkele generatie ooit heeft meegemaakt. Voor dat is toch inderdaad... Dat is, die snelheid is ongelooflijk. Als je bijvoorbeeld ziet, mijn vader is 65 jaar, wat die allemaal heeft gezien... Dat is toch inderdaad heel vreemd, hè? Want die komt nog van de zwart-wit tv en nu kan die gewoon met zijn... Hallo, wij hadden thuis, de eerste tv was een zwart-wit tv en daar stond zo'n kast op met A, B, C. Ik weet niet waarom dat die knoppen dienden, maar die dienden voor iets. En daar konden dan de BRT op kijken en dat was het zo'n beetje. En dan later, kabel, konden wij dan naar de Tros kijken en naar Veronica. Ja, maar dat was het, hè? Ja, dat was het. Dat was het. Ja. Nu, mijn kinderen het idee dat die de televisie moeten opzetten om naar iets te kijken, dat is een concept dat die zelfs niet meer kennen. Dus op een bepaald uur is een bepaalde uitzending op een bepaalde zender, dat is iets... Nee, dat kennen nee. Dat is gewoon voorbij. En niemand kijkt nog gewoon tv, die zetten dat op en dan halen ze hun gsm boven en dan zijn ze aan het chatten of aan het sturen of iets anders ontzien. Ik heb mijn televisieabonnement opgezegd. Toen ik op een gegeven moment vaststelde dat mijn televisie al maanden stuk was, maar niemand had dat gemerkt. Ja, waarom betaal ik dan eigenlijk een paar tientallen euro's per maand? En is dat blijkbaar niemand nog nodig. Dat is 10 jaar geleden ondenkbaar. Ja, dat was ondenkbaar. Dat zouden we redelijk snel geweten hebben. Hè? Ja. Ik kijk zelf ook nooit nog televisie. Niks niet meer. Dat was vroeger het eerste wat ik deed als ik thuis kwam. Baf tv. Vroeger was dat toch zo zondagavond met heel veel tv zien. En de ongelooflijke strijd over wat er zou gekeken worden op een bepaald uur. Hè. Dus het conflict tussen Bruintje de Beer en dan een nieuwsuitzending. Dat was gewoon medisch, met tranen en alles wat je wilt. Bij ons was de strijd niet totdat de paard thuis kwam. Dan was er geen strijd niet meer. Dan was de strijd beslecht. Dat was redelijk een alleenheerschap. Bij mijn vader was het wel gemakkelijk voordat de afstandsbediening bestond, want het idee dat hij dan na die televisie moest wandelen om die post te veranderen, was meestal genoeg om te overtuigen om naar de bestaande zender te blijven kijken. Zo, okay. Maar dan kwam het kastje, zoals dat dan heet. En vanaf dan was de grote vraag, waar is het kastje? Ja, er zijn ook mensen die dat het bakje noemen, vind ik verschrikkelijk. Ja, nee, het is een kastje. Een bakje, enfin. Ik weet niet wie die mensen zijn, maar waar komt daar ook het bakje? Over het water waarschijnlijk. Ja, dat is hier ergens binnengeklikt in onze taal. En, een bakje, enfin. We hebben unaniem beslist, het is het kastje. Kastje en niks anders. Het is bij deze. Ja, dus dat waren de wonderjaren, hè? De onbezorgde jaren in context. Hoe waren jij op school eigenlijk? Waren jij een goede leerling, een brave? Of een ladykiller? Een ladykiller. Er waren geen ladies om te killen. Ik ben nog in de oertijd naar school geweest toen er geen ladies te bespeuren waren. Ladies zagen wij 1 keer per jaar als het filmforum was. En dus de meisjesschool wandelde dan over de speelplaats omdat die geen filmzaal hadden en wij wel. Amai, en helemaal wild worden. Meisjesschool, wild is een groot woord, maar dan werd er gekeken. En als je ongelooflijk veel geluk had, hadden dan lichamelijke opvoeding. En dan liep je in een korte broek over de speelplaats. En dan kwamen er zo kuddes van meisjes kwamen voorbij. Ja. Allemaal in blauw uniform. En, prachtig. Hoe heette die school? Ik denk Sint-Franciscus. Ik wil het kwijt zijn. Dus er waren geen ladies. Oh. Nee, no ladies. Waren er in die tijd geen enkel gemengde school? Of? Die waren er wel, maar nee. En toen ging de grote meerderheid, denk ik, nog naar niet gemengd onderwijs. Ik denk het grootste deel van het katholiek onderwijs, waar ik altijd, dat ik altijd genoten heb, was niet gemengd. En ik was één goede leerling, ja, toch wel. Ja. Ja. Geen kattenkwaad, iets? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, en ik was een goede leerling. Er valt weinig te rapen, vrees ik. Ik heb eens een examen gehad. Ja, van. Het is niet waar. Zonder Google, hè? Ja. Ik zie de krantenkoppen morgen al. Ja. En dat wordt dan burgemeester, hè? Ja. Examen, hoe is dat mogelijk? Ik heb een examen gehad in derde middelbaar, wiskunde. Ja. Algebra, dat was mijn ding. Vak? Wiskunde is niet mijn ding. Ja, ik heb Latijn-Grieks gedaan en daarna geschiedenis, dus dat zou u iets moeten zeggen over mijn wiskundig vermogen. Dat is... Nee, okay. Abstracte wiskunde was niet echt mijn ding. Okay. Ja, dat is... En nog altijd niet. Want we hebben het nu over het middelbaar en dan heb je ook verder gestudeerd, allicht. Daar heb je iets meer, of worden er ook nog altijd zeer strikt, of je daar een beetje de teugels ook laten? Ik heb in het begin van het hoger onderwijs, laten we zeggen, een late en moeilijke puberteit gehad en eventjes de weg moeten zoeken. Maar eens ik die gevonden had, is ook daar niks, niet zo bijzonder veel... spectaculair te melden. Ik heb wel een studentenleven gehad. Maar drinken? Niet, maar dat was het niet. Zeker. Maar ook niks uitzonderlijk, denk ik. Oké. Zou jij graag in deze tijd jong willen zijn? Dat is een moeilijke vraag. Ja, sorry, excuseer. Dat is ja en nee. Ja, omdat ik wel zie dat de generatie die nu opgroeit, dus de generatie van mijn kinderen, mijn jongste is 14... dat die natuurlijk wel mogelijkheden hebben die wij niet hadden. Welvaart is enorm gestegen, in tegenstelling tot wat iedereen constant zit aan te voelen en over te klagen. Is dat gewoon zo? Dus buitenlandse reizen, bij ons thuis, dat was... Ik ben 2 keer met mijn vader naar Tirol gegaan, 2 keer naar hetzelfde dorp. En voor de rest was op reis gaan, dat was naar de zee gaan, punt. Iets anders, dat was ondenkbaar. Dus de mobiliteit waar ze over hebben, de kansen waar ze over beschikken, in het buitenland gaan studeren, dat is allemaal zo, ik zal niet zeggen super evident geworden, maar toch bereikbaar voor die generatie. Dat je denkt, ja, de kans dat die het beter gaan hebben dan wij is eigenlijk wel vrij groot. In tegenstelling tot wat ze zelf denken, hè, want vooruitgangsgeloof staat op een laag pitje, maar eigenlijk is daar geen objectieve grond om te zeggen dat het beste nog niet moet komen, waarschijnlijk wel. Tegelijk ook nee, omdat je denkt, ja, iedereen is kind van zijn eigen tijd, om nu te zeggen, ik ga herbeginnen. Ja. In deze tijd, die toch ook wel een uitdagende tijd is, moet ik zeggen. Is er niet veel druk op die jonge mannen? Wel, ze hebben veel mogelijkheden, maar dan de druk om die ook allemaal te gaan benutten en het tempo waarmee dat ze dat moeten doen en de virtuele ruimte waarin dat die leven, ik zie daar wel de schade van. We hebben 2 jaar corona gehad, ik heb tieners in huis, dus ik heb de slagen wel zien binnenkomen. Soms heel zware slagen, om eerlijk te zijn. Echt een aantal van mijn kinderen die eigenlijk serieus de weg zijn kwijtgeraakt. En dan denk ik, ja, dat hoorde ik toch vroeger precies minder. Al is uw geheugen dan... natuurlijk de beste fraudeur, hè? Let op. Hè. Ja. Goeie oude tijd is vooral goed omdat ons geheugen heel slecht is. En wij filteren alle negatieve dingen, die worden gewoon gedelete. Ja, dat is en uw eigen jeugd is altijd gelukkige jeugd. Zelfs al was dat misschien toch niet zo gelukkig. Je hebt geen geheugen voor pijn en verdriet, gelukkig maar. Dus dat wordt eruit gefilterd. Ja, dat is wel maar ik heb toch de indruk dat de druk op deze generatie om het dan te maken en vooral om perfect te zijn, en ook fysiek perfect te zijn, dat die wel heel logisch is. En dat heeft te maken met dat virtueel bestaan. Die zijn constant online. Dat is ook de ambitie van al mijn kinderen, is 24 uur per dag online te zijn. Op een, onwaarschijnlijk. En dus constant dat swipen op dat ding. Ik word er zenuwachtig van, eerlijk gezegd. Als ik het zie, ook op vakantie... Vroeger op vakantie was dat constant in de auto. Kun je eens een keer stil zijn, kun je eens een keer zwijgen. En dan Louis Teun, zijn we er al? Zijn we er al? Is het nog ver? Is het nog ver? Nu, nou, het is volmaakte stilte. Kun je ze wel een waard maken? Kun je ze volmaakte stilte, dat is precies grijp een lijkwagen. Ja. En dan, als je dan stopt en denkt, jongens, we zijn er. Oh, maar mijn film is nog niet gedaan. Of mijn ding, of mijn dat. Zo, Of zo onderweg een gezicht van, daar is een prachtig kasteel. En je vertelt dan zo'n aantal dingen. Ik kijk er achterop. Dan zie je zo 4 sets van AirPods en zo. Denk je, tegen wie ben ik bezig? Dus ik heb eens 1 keer een moment gehad van romantiek op reis, dat ik dacht van, mijn kinderen zien mij graag. Er was zo'n gevecht uitgebroken in regel over wie dat er in onze kamer mocht slapen. Het was 3-3, we zijn met 6. Ik dacht, ja, mijn kinderen zijn toch nog aanhankelijk aan mij. Totdat dan bleek dat de wifi-receiver, die ging die ging in die kamer. Die ging boven dat bed. Dus die, gewoon de sterkste wifi was in die kamer. En dan zo, daar ging het dus over. Oké. Ja. Het was niet de connectie met de papa, maar de connectie met de connectie tout court eigenlijk. Ja. Connected zijn, dat is individualisten, hè. Individualisten zijn dat allemaal geworden, denk ik. Online moet ook altijd zo de beste versie van jezelf zijn, toch? Is dat ook niet... Ja, maar ik zal maar zeggen, vroeger moesten dan... was er een zondagavondprogramma op tv. Ja, wij hadden de keuze niet om op onze computer te gaan zitten. Wij hadden de keuze niet om onze gsm te pakken. Dat was, het is dit of naar de muur staren. Ja, dan kon ik wel wat tv zien met onze pa. En nu heb je altijd de keuze. En als je de keuze hebt, ga je altijd geen kiezen wat jij het leukste vindt. En dan de dochter vindt die film leuk, de zoon vindt die vlog tof. En ik kan dan die sportwedstrijd. Waarom zouden wij nog samen niet kijken? En dat is een beetje het probleem. Enfin, probleem. Dat merk ik gewoon. De nieuwe waarheid. Binnen het gezin wordt er geatomiseerd, inderdaad. Je zit een gezin, maar iedereen is eigenlijk met zijn eigen ding bezig. Maar ik heb zeker bij de meisjes de indruk dat er ook een enorme pressie is op het streven naar perfectie, op een onwaarschijnlijke manier. Ook niet kunnen doorprikken op jonge leeftijd van hoe fake alles is wat men online ziet. Ja. En natuurlijk, je ziet epidemische vormen van eetstoornissen, omdat kinderen zich afmeten tegen iets dat niet realistisch is. Ja. En dat komt bij vele gezinnen wel binnen. Hè. Ik hoor dat in mijn peergroep... Mijn leeftijd hebben allemaal ouders met kinderen van die leeftijd. Ja, dat is epidemisch, hè. Het een na het ander hoort je die mentaal in de moeilijkheden komen. En ik denk dat dat veel minder was toen ik jong was, omdat wij veel langer onschuldig waren. De wereld verloor zijn onschuld. Hey, het is nooit de wereld die zijn onschuld verliest. Jij verliest je onschuld. Maar dat dat toch later in het leven was en dat wij eigenlijk in een cocon zaten van de wonderjaren. In Conte-Kazinnen, de wonderjaren, waar je eigenlijk nog redelijk afgeschermd leefde van alles en nog wat. Ja, en ik doe de prioriteiten waar ik soms schrik van heb. Mijn broer heeft ook een dochter en dan zie ik dat ook al. En dan het feit dat hij bijvoorbeeld een like van iemand in, ik zal maar zeggen, knokken, belangrijker vinden dan bijvoorbeeld de warmte van een familielid of zo soms. Ja, dat is wel problematisch. Het is wel een speciaal familie, hè, dat hij heeft. Ja. Ik heb een paar keer online zien verschijnen. Dus dat hij liever een like in knokken heeft dan de lessen Antwerps van een onkel. Ik ben geen goed voorbeeld. Ja, voilà. Maar zij zit nog in de leeftijd. Een ander voorbeeld. Zij zit nog in de leeftijd dat ze daar al mee bezig is. Ze heeft er nog geen Instagram of whatever. Maar ik wil maar zeggen, de jeugd is zo bezig met die likes. En terwijl dat wij zitten... Onze generatie zit een beetje in een unieke situatie, omdat wij zijn 30 plus. Dus wij hebben het ervoor nog meegemaakt, maar ook het nu. Dus wij zijn nog jong genoeg om mee te zijn met wat het nu is. En we hebben nog meegemaakt dat je moest bellen naar iemand van hey, zeg, kun jij komen spelen? La la la. Ja, maar tegelijkertijd, de mens verandert natuurlijk nooit. Hè. Technologie verandert en dus niks blijft hetzelfde, maar de mens in essentie blijft altijd hetzelfde. Hè. Hoe populair dat je bent, hoeveel vrienden dat je hebt, hoeveel volgers dat je hebt. In de Romeinse tijd waren dat letterlijk volgers. Die volgden nu dan op straat. Ja. Die vertrokken van hun villa en die liepen het Forum Romanum. En dan telden ze hoeveel volk loopt erachter tegen dat hem daar is. Letterlijk volgers. Wie is de man hier? En, en degene met de meeste volgers, dat was de man. En vandaag zijn dat virtuele volgers. Dus eigenlijk, de mens verandert niet. Ja. Maar de manier waarop dat we met elkaar kunnen omgaan, technologisch verandert en de effecten zijn daardoor wel verschillend ingrijpender, denk ik. Sneller, ingrijpender en op jongere leeftijd. Mijn ouders konden mij nog van alles afschermen. Google.be kunnen kinderen van niks afschermen. Nee. Alles komt binnen, de goorste dingen komen binnen op jonge leeftijd. Dus je kunt ze daarmee leren omgaan, maar je kunt dat niet buitenuit. Dat is voorbij. Ja. En in mijn tijd, toen dat de dieren nog spraken, in de vorige eeuw, dat kon nog wel. Ja. Ik ben opgegroeid in een dagbladhandel, dus ik had zo nog toegang tot, laten we zeggen, lectuur. wat mij populair maakte op school. Ja. Maar als je dat ziet, hoe onschuldig dat was. Dat waren dan zo, ja, er stonden foto's in van halfnaakte dames. Dat was onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk dat we dat konden. De fixjes, het kwam allemaal terug. Buurman, wat doet u nu? Laten we zeggen, voor Vlamingen van mijn leeftijd, die kennen dat zinnetje dus allemaal. Hè. Ja, dat is echt aan een 50er. Buurman, wat doet u nu? Flodder. Maar dat was effectief, hoe onwaarschijnlijk het mogen zijn. Zo, ja, het Hollands bloot, dat was voor veel Vlamingen van mijn generatie. René Soutendijk, en dat was zo het eerste conflict. En dan vonden wij dat onwaarschijnlijk. Hè. Dat was rode oortjes. Maar als je dat ziet, vergelijk met wat nu op een eenvoudig Google-verzoek binnenkomt, is dat uiteraard zeer onschuldig. Hè. Ja, klopt. Dus ja. Ze moeten te snel volwassen worden misschien. Of toch heel snel met heel veel dingen kunnen omgaan. Aan een hoog tempo en heel veel prikkels. Maar in essentie is de mens niet veranderd. Daar verzet ik me tegen. Ze zeggen altijd, als technologie verandert de mens, maar dat is niet waar. We doen nog altijd hetzelfde, met dezelfde ambities als vroeger. Alleen met andere middelen, waardoor de impact veel groter is. En in dit geval de snelheid veel groter is. Alright, Jaco. Ik denk dat we dan nog volgende nummer 3. Ja. Oh jee. Kijk eens aan. Hier hebt u... Ja, ik heb daar nog een munt van €2 opgelegd om te kijken of ik nog kaarglas kon gaan. Maar, maar de deuk was toch groter dan €2. Ja, dus uw zoon heeft zijn rijbewijs gehaald en gezegd, mooi, dan kunt jij naar de kaarwash gaan met de auto van mama. En dan krijg je zo'n kwartier later telefoon. Papa... er is iets gebeurd. Een hele uitleg, waardoor dat dan de schuld van de carwash was. Ik zeg, maar ja, allee, stond jij dan in neutraal? Ja, enfin, dus nee dus. In eerste versnelling de carwash in en dan op een gegeven moment moet u weer hem loslaten. Want ja, je voelt natuurlijk dat de machine wringt en dan schieten ze 2 meter vooruit en dan ging vooruit niet meer. Hè. Ja. En wat is er dan tegen die voorraadjes gekomen? Van die borstels? Van die draaiende borstels is daar dan ingevlogen, met alle gevolgen van dien. Dus dat was een totaal verlies. En wij vertrokken de volgende dag op reis, zoals dat dan gaat. En dus dat was de vraag, hoe gaan we dit nog gefixt krijgen? Ja, hoe is dat geregeld? Ja. Wel, ik heb vlak over mij een garage, een brave Antwerpenaar van Marokkaanse origine, de uitbater is, die ik dan met een doos Antwerpse handjes heb omgekocht, om daar toch nog snel een fix in te doen. En die heeft dat eigenlijk op een uur later was dat geregeld. Okay. Ik heb die niet omgekocht, ik heb die bedankt met een doos Antwerpse handjes, want zeg, ze biedt hoort je dat. Die krantenkoppen morgen. Voordat je het weet. Allee, dus. Hebt u wel eens een accident gehad dan, zelf? Of, Ik zelf heb in mijn leven 1 ongeval gehad. Ja, een heel licht ongeval, maar toch een ongeval. Waarbij ik in de remmen moest gaan en ik heb de betrokkenen niet geraakt, maar die is wel gevallen. Dus dat was typisch. Elke Antwerpen haar kind dat kruispunt, de Lange Leemstraat en de Belgelei. Je mag daar niet naar links, maar iedereen rijdt er wel naar links. Waardoor als je rechtdoor moet... Je blijft vastgepind staan in het midden van de kruispunt. Dan zegt een tram ding, 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 ding. Dus je denkt, weg hier. Maar ondertussen is het achter u terug rood geworden. En beginnen de voetgangers over te steken. En die dus miserie. Remmen. En ik heb die niet geraakt, voor alle duidelijkheid. Maar die vrouw die schrok en die viel. Omdat ze zei dat je het was misschien? Nee, want hier spreken we over begin de jaren 1990 ergens. Dus, nee, dan zal het niet voor u zijn. Als ze schrok omdat ik het was, dan was het alleszins niet willen van mijn functie. En, ik had het geluk of de pech dat daar een hulpagent op dat kruispunt stond, die onmiddellijk, want die man was pas in dienst, dacht dat is hier de zaak van mijn leven. Dus die had via de walkie-talkie al de MUG opgeroepen, de Verenigde Naties, heel bedrijvig. Iedereen. Dat was er sirenes van alle kanten, die mevrouw zei, laat me gerust, ik wil naar huis. Dat die een agent zei, nee, zo'n ambulance erin, die was dan nog kwaad dat ze mee moest. Ja, dat was wel wat. Het eerste wat jij hebt gedaan als burgemeester is die mensen ontslagen dan moesten? Nee, absoluut niet. Die man heeft zijn job gedaan, of toch wat hij dacht dat hij moest doen. Maar ik ben dan wel, want toen was er dubbele pech. Toen was er net bij het parket een soort van stiptijds, nee geen stiptijdsactie, maar nultolerantie voor verkeersagressors. En ik ben voor de politierechtbank moeten komen. Ik ben daar niet van afgekomen met een boete. Ik ben voor de politierechtbank moeten verschijnen. Als agressor? Ja, omdat het jonge chauffeur, oudere dame, had alle look en feel van, die man die gewoon eens een lesje moeten leren. Dus jij zegt geprofileerd? Dus ik ben voor de rechtbank moeten verschijnen. Ik ben dan zelf gegaan. En ik had dus een heel verdediging opgesteld. Ik had een advocaat onder de arm genomen. Die kostte 18.000 frank. Dus we spreken hier over de vorige eeuw. Dus normaal zei ja, als je daar een boete voor had gekregen, was dat toen 7000 frank. Mm-hmm. En ik heb dus heel een uitleg aan die rechter gedaan. En die zei, ja, goh, ik snap het, maar ja, het is toch een overtreding. Allee, 2000 frank boete. Mm. En dan denk ik, 18.000 frank van een advocaat, de werkuren van die rechter, de Griffie, ben ik dan ook nog eens moeten verschijnen. Voor 2000 frank had hij mij gezegd, betaalt 5000 en ik zit er vanaf. Ik heb dat met de glimlach gedaan. Ja. Dus dat was mijn eerste confrontatie met de Belgische rechtsstaat. Kijk eens al. Want... Ik zal het nooit vergeten. Nee. En dus ja, mijn zoon, ja, dat is zijn eerste ongeval, maar bon, de enige gekwetste is zijn ego. Dus dat valt eigenlijk nog mee. Ik heb liever dus dat er een borstel in die voorraad ligt dan dat jij erin ligt, laat staan iemand anders. Ja. Want daar ga je nu nog zelf nog veel met de auto. Ik rijd eigenlijk graag met de auto en ik rijd... ik heb iemand die met mij rondrijdt, anders is dat echt niet te doen. Omdat ik moet werken in een auto en ook soms gewoon licht te slapen in een auto, om eerlijk te zijn, na lange dagen. Maar ik rijd wel graag. En dus ik probeer wel zelf te rijden. In de weekends rijd ik al eens zelf. Of als er dagen zijn dat ik me niet veel moet verplaatsen, dan geef ik de chauffeur al eens een recup, want die mensen die mag het hebben. Die moet vroeger beginnen dan ik en die stopt later. Dus dat is pittig. En ik heb er ook maar één, dus die werkt 7/7. Dus ik probeer die af en toe eens een dag te zeggen, ja, je moet niet komen, want het zijn maar kleine verplaatsingen. En natuurlijk op vakantie, ben net op roadtrip door Oostenrijk-Hongarije en dan rijd er toch 3600 op 14 dagen. En ik rijd wel graag. Ja. Ja. En ik rijd, al zeg ik het zelf, goed. Dan heb je onze volgende vraag al beantwoord, dat is tof. Hou jij van snelheid? Was dat de vraag die daarop ging volgen? Ja. Hebben jullie weet van verkeersboetes of zo? We hebben ook een dossier natuurlijk. In dat geval zal ik zeggen, ik ben geen snelheidsduivel, maar als ik een boete heb, is het altijd om te snel te rijden. En meestal op vakantie. Er zijn zo van die punten, er is zo'n punt tussen aan Metz, waar je dus elke keer wordt geflitst en waar je erin lukt, omdat elke keer op dezelfde plek op de deur zou denken, ik moet dat doorhebben. 113 in Frankrijk. Nee, dat is zo een stuk, daar mogen 90 en dan is er zo 200 meter, daar mogen 70 en daar hebben ze die flitsbak gezet. En dus je ziet dat dan, je laat je gas los, maar je rijdt nog 90, boom, ik ben daar al 6 keer geflitst. Elke keer. In Duitsland ben ik ook een keer geflitst, dat ik ook dacht van, oh, hier mag ik hard rijden, maar blijkbaar toch niet. En ik vrees dat ik er nu weer eentje op komst heb in Oostenrijk. Weer geflitst. Dus altijd op reis. Om een of andere reden. Maar ik rij zeker geen waanzinnige snelheden. Nee. Dat zijn altijd lichte boetes. Ik heb meestal boetes van een paar tientallen euro's. Ja, ik zo van die muggen steken. Zo, van die. Ja. Zeer irritant. Dat is bij mij ook. Gecorrigeerde snelheid 121 en zo. Ik heb dat dus al gehad. Hè? Ja, ik ook. Ja. Gecorrigeerde snelheid 71. Hè? Ja. En dan krijg je zo'n boete van 40 euro. Dat had ik beter 80 gereden. Dat is hetzelfde. En dan het boetebedrag stijgt wel. Hè? Ja, dat is met blokken. Ja, met dat blokken, is waar. Ja. Dus je gaat beter 79 gecorrigeerd. Ja. Dan kon er zo... Ja, een gevoel dat ik heel goed ken. Alright. Voor de rest, dat is het enige dat ik wel eens voor heb. Op een jaar, 1 of 2 keer een snelheidsboete. En als je op reis gaat, is dat dan altijd roadtrippen? Dat je zegt, roadtrip, echt met gezinnetje erop uittrekken? De grote vakanties wel. En nu met corona waren we er wel aan toe, omdat we niet veel hadden gehad. En er is eigenlijk maar één ding waar ik echt geld aan kan uitgeven, dat is reizen. Met het gezin op reis gaan, dat is ook een stuk inhalen wat je tijdens het jaar niet doet. Zijnde bezig zijn met je kinderen. En dus dan mag dat wel iets kosten. En we hebben wel hadden de gewoonte, moet ik zeggen, om te gaan skiën in Krokus. 2 weken weg te gaan in augustus. En als het enigszins kan, op citytrip te gaan in de kerstvakantie. Dus dat is de belangrijkste budgetpost, is reizen. Maar met COVID is dat teruggevallen. En nu zijn mijn kinderen ook op een leeftijd, ik denk dat het gedaan is. Het is gedaan met skiën sowieso, want die vakanties komen niet meer uit. De 2 oudsten gaan naar hoger onderwijs, dus skiën, dat is voorbij. En ik verwacht me nu toch wel aan de mededeling stilletjes aan dat mijn papa op reis gaan niet meer... Ik heb dat dit jaar al verwacht. Ja. Ik denk, dat scheelt toch al direct een hotelkamer als die 2 als ze niet meegaan. Maar... Ik kan zeggen dat de wifi heel goed is in uw kamer. Die hebben dit jaar niet gemoved. Ik denk dat die dachten 2 jaar corona, wij gaan gewoon mee. Of misschien vinden ze het echt tof, hè? Het zou kunnen, maar dan laten ze dat toch niet blijken, moet ik zeggen, altijd. Van wie zouden ze dat geleerd hebben? Ja, dat is ook weer waar. Maar misschien is het op Facebook wel een post van pijnlijk. Ja, ja. Natuurlijk, ik heb er vier, die houden zich ook met elkaar bezig. Hè. Dus die vinden die reizen ook wel tof. Ja. Omdat die uiteraard elkaar hebben. Hè. Dus dat is een groot gezin. Dus ik heb de indruk dat ze het eigenlijk nog wel plezant vonden. Maar komen ze goed? Vroeg of laat komt er dan eens een vrijer. Zo. Ja. Ja. En dat zou dan toch het eindpunt moeten zijn, want ik pak geen vrijers mee op verlof. Hier trek ik de laan. Ah ja. Hier trek ik de laan. Nee, hier trek ik de laan. En waarom niet? Is dat... eenvoudig. Ik heb er vier. Dus ik moet al zo'n multivan doorbus. Dus nog een erbij, dan zit het tot uw nek in de bagage. En ik heb er vier. Dus potentieel kunnen dat er dan 2 keer 4 worden. Dan is het allee, nee, ik ga niet met zo'n bus van 9 man op reis. Dat doe ik niet. Allee, als hier trek ik de laan. Nee. Dat is niet... Okay. Nee. Je kan nog wel bijdraaien. Nog wel bijdragen, denk ik. Ik trek de laan, hè. Het staat hier. Ja, er zijn er nog die dat in Antwerpen doen, de laan trekken. Hè. Ja, er zijn veel te veel die laan trekken. Amai. Met alle gevolgen van dienst. Ja. Ze moesten beschaamd zijn. Hoeveel jaar zijn de oudste? Want... je stelt gevaarlijke vragen. Mijn oudste is van 2001, dus die is er nu 21, die wordt er 2. Dus 21, 19, 17 en 14, going on 15. Ja. En allemaal nog vrijgezel, bij u weten dan? Of? Ja, bij mij weten. Okay. Nog geen vrijheidsopkomst. Nee, dus kandidaten mogen zich melden, want... Bij de 2 oudste vind ik toch stilaan dat er zich wel eens iemand zou mogen komen manifesteren, maar... Ik heb ze nog niet gezien. Was u toen je eerste vriendinnetje had? Ja, dat zijn heel persoonlijke vragen. Ja, want je ligt nu wel achter de veren van uw zoon. Ik was, denk ik, dat was ik er 18. Ah, ja, oké. Okay. Dan heb je recht van spreken. Ja. Toen ik een eerste relatie had, die een aanwaardig. Ja. Oké. Ik had in de kleuterklas ook een meisje dat mij altijd kwam halen, maar dat was heel platonisch. Ja, dat denk ik ook. Dus... Of was er heel vroeg bij? Ja, dat was... Platonisch. Monica heette die. En die kwam mij elke dag halen. Mooie naam. Monica. Ja. Zie je, dat blijft toch bij, hè? Ja. Blijkbaar wel. Goeie oude tijd. Monica, als je weet wie jij bent, dan... laat me eerlijk gezegd verbazen dat hij dat nog zou weten. Want... Oh, pas op. Ja, de indruk dat u nou laat... Dat is ook weer waar. We spreken toch over 49 jaar geleden, maar... Ja. Wel, dat is een challenge voor... we zoeken Monica. Ja. Monica. Let's find Monica. Let's find Monica. Kontig Kazerne. Monica van Kontig Jazerne, die mij altijd kwam ophalen om naar de kleuterschool te wandelen. Die was 2 jaar ouder en die nam mij dan aan het handje. Amai. Ja. Niemand had dat gevraagd, maar die deed dat. Romantisch eigenlijk, hè? Ja, en dat was dus de tijd dat kinderen van 5 en 3 nog gewoon alleen naar de kleuterschool konden wandelen. Hè. Ja. Je vandaag eigenlijk niet meer kunt indenken, toen was de wereld nog eenvoudig. En de weg naar school ook. Nee, dat was Kontig Kazerne. Dus het grootste risico was dat een koebeest u zou proberen te verslinden of zo. Er was ook nog niet zoveel verkeer in die tijd. Dus, natuurlijk niet. Ja. Dat ging allemaal, dat was geen probleem. Volgende foto, Jaco? Aha. Hier komen we een beetje bij... Highway to Hellas. Ja. Dat was, al zeg ik het zelf, dat vond ik van mijn eigen huis echt goed gevonden. Highway to Hellas. Niemand heeft er ooit op gereageerd, dus ik denk dat het een beetje highbrow was, die grap. Maar ik vond ze toch goed gevonden. Ja, wel. Ik vind ze oké. Okay, ja. Dus het is geen billenklitser, hè? Nee, het is niet zo'n haha-funny. Het is meer zo'n brainiac-funny. Het is wel zo'n dan... Ja. Je blaast iets meer lucht door de neus dan anders. Ja. Maar er ging een goed voor. Maar deze is absoluut geslaagd. Ja, voor de luisteraars, we zien hier meneer de burgemeester met een medaille in een zeer fluoriserend t-shirtje. Zeer trots... Denk ik ook. Ik was toen wel blij dat het erop zat. Ja. Daar was ik wel zenuwachtig voor. Na de Marathon van Athene, november vorig jaar. Kijk eens aan. En die stond hoog op mijn agenda. Ik heb er hier eerst 5 in Antwerpen gelopen. En dan met het idee van oké, dit moet kunnen. En dan natuurlijk de klassiekers, Rome, Athene. En Athene als eerste, omdat het de oermarathon is. De loper. Ja, dat is echt de marathon. Die dan... Het is eigenlijk een ingewikkelde geschiedenis. Omdat de echte marathon is niet van Marathon naar Athene, maar van Athene naar Sparta. Dus het verhaal wil dat de Perzen Beter gekend door de film 300. Ja. Voilà, kijk. Moet niet altijd veel boeken hebben gelezen om te weten waarover dat gaat. U gaat ervan uit dat ik geen boeken lees dan? Of, Jawel, jawel. Maar correct hoor. Misschien niet die over de Perzische invallen in Griekenland. Dus de inval van Darius, de vader van Xerxes, in Griekenland wil het verhaal dat de loper op het slagveld van Marathon naar Athene is teruggelopen, 42 kilometer. Heeft gemeld, we hebben gewonnen, nikke, en dan is doodgevallen. Nooit gebeurd. Wat is er wel gebeurd? Er is een loper van Athene vertrokken naar Sparta om hulp te vragen tegen de Perzen. Aha. En dat is iets van een 280 kilometer, dus dat is een pittig loopje. En heeft dan de Spartanen gezegd, die Perzen zijn op komst, kunnen jullie komen helpen? Die Spartanen die zagen dat zitten, knokken. Dat was de Spartaanse geest. De supporters van die Sparta. Ja. En die loper is teruggelopen om te zeggen, ze komen helpen. En die Spartanen zijn effectief vertrokken en die zijn de dag na de veldslag waren die er. Dus die waren een dag te laat. Ah, ja. Dat moet dus de Atheense grap van de eeuw geweest zijn als die eraan kwamen. Ja jongens, sorry maar. Het spel is hier al afgebiljaard. We hebben die mannen in de pan gehakt. Dus, maar ja, de loop van Marathon naar Athene geldt als de oermarathon. En dus het idee om die te doen, en dat is heel plechtig hè, in Griekenland. Je start dan ongeveer aan de grafheuvel van die oplieten, want die is er nog. Die slag heeft wel plaatsgevonden. Mm-hmm. Dus je gaat die grafheuvel en dan starten in het stadion van Marathon en dan moet er nog een eed zweren op. Dus de democratie en de vrijheid die verdedigd is door die hoplieten. Wat ontroerend is voor de mensen die daar sterk in geïnteresseerd. Ik was echt heftig ontroerd. Toen moest ik nog beginnen lopen. En dan is het naar Athene, maar dat is bergop. Hè. Ja. Dat is heel de weg bergop. Allee, dus vanaf kilometer 10 is bergop tot kilometer 30. En hebt u hier dan, waar hebt u hier voorbereid bergop? Over de bruggen van het Albertkanaal. I shit you not. Ja. 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 Dus ja, aan het Sportpaleis hebben ze een schoonbrug. Moet iets doen, hè? Op en af lopen. En dan krijg je die helling wel in de benen. Ook op skivakantie elke ochtend opgestaan om 6 uur om 1,5 uur te lopen. Bergop. En dat is dedication. Ja, dat is wel nodig. Hè. Je moet het wel in de benen krijgen. Hè. En dan viel dit eigenlijk nog wel mee, omdat de hellingsgraad valt mee. Het is heel een tijd bergop, maar het is niet... zeg maar een paar steile stukken. En de rest was eigenlijk goed te doen. Maar ja, dan komt plat, zoals ze zeggen. Ik heb me dan wel ingebeeld. Zo, ja, Griekenland, het oude Griekenland. Ik ga de tempels zien en de zee. En dan gaan de mannen in kostuum staan. Dat wordt iets ongelooflijk. Ja, dat is dus eigenlijk van Marathon naar Athene zo de A12. Maar heel de tijd door. Dus wat je ziet is matrassenwinkels, farmakeions, een Indisch restaurant, een autostortplaats. Romantiek allemaal. Een berg vol banden. Zo. En dan zo 40 kilometer eigenlijk altijd rechtdoor. Zonder bochten, rechtdoor. En dan komt de Athene binnen. En Athene is, sorry voor de Grieken onder ons, niet de mooiste stad van de wereld. Het heeft een heel schoon stuk, maar het is geen mooie stad. Dus je loopt dan door een heel lelijk deel. En dan komt het Panathinaikon binnen, het Olympisch stadion. En dan zie je het Parthenon, dat is dus 200 meter ongeveer, dat je nog loopt met een ongelooflijk zicht en dan is het gedaan. Daar heb je toch wat teleurstelling, hoor ik in de stem. Het parcours was niet bepaald het mooiste dat ik in mijn leven ooit heb gezien. Was het eens dat je in Griekenland waard geweest? Misschien? Nee. Ik was al wel, ik was al wel in Griekenland geweest, maar niemand gaat ooit naar Marathon. Het is, ik zou nu ook geen enkele toerist zeggen van, daar moeten we nu eens per se naartoe gaan, want dat is een vlek op de kaart. Een beetje Marathon is voor Athene wat Niel is voor Antwerpen. Een plaats die je niet bezoekt. Afval. Een plaats die je niet bezoekt. Dan zijn we met een ongelooflijk goede GPS. Ook via de A12, hè. Elke weg naar hier toe. Dus ook daar zie je autowinkels, in Indisch restaurant. En dan de laatste 200 meter, prachtig landschap. Van als je in Antwerpen aankomt, bedoel ik. Als je aan de andere kant loopt. Dat is waar. Ja, de vergelijking is treffend. Als jij zo gaat trainen, is dat dan met oortjes in? Of nooit? Complete stilte? Of? Nooit. Ik luister nooit muziek als ik loop. Omdat ik graag bewust ben van mijn omgeving en ook van omgevingsgeluid. Al die matrassenwinkels. Ja, je hebt matrassenwinkels, dat is heel boeiend. Maar je hebt ook natuurlijk medemensen die je tegenkomt. En die plegen wel eens iets te roepen als ze mij zien. Of mij te bejegenen, zoals dat dan heet. Ah. En ik hoor die graag aankomen. Dus ik zou niet willen meemaken, ik plotseling oog in oog sta met een bejegenaar. Die ik niet heb horen aankomen. Dus ik ben graag heel bewust alle zintuigen op scherp van wat er rond mij zich afspeelt. Dus geen muziek. Maakt er veel mee dan, zo bejegenaars? Ja. En wat doen die dan zo bijvoorbeeld? Dat is, 90% van de gevallen is dat positief, maar soms willen die mensen dan iets vragen. of ja, een probleem voorleggen of hun regularisatiedossier met u bespreken. Goed. Intervieren of kunnen van alles tegenkomen. Inclusief een in bloot bovenlijf die zegt van ja, en die dan uit zijn rugzak een heel regularisatiedossier haalt en zegt wanneer kan ik dat eens met u komen bespreken? Denk ik. Ah, woensdag is goed. Meneer, probeer die mensen dan te helpen, maar het is toch een kunst om, hoe zal ik zeggen, niemand te beledigen, maar toch ook van mensen een stuk af te geraken. Ja, ja. Want je probeert te trainen en niet om de 5 minuten stil te staan. En heel af en toe, maar dat is eigenlijk zelden, moet ik zeggen. Een Vlaming is eigenlijk heel, heel terughoudend en heeft alleen een grote mond achter uw rug. Dus als je wilt weten wat mensen van u denken, moet iemand huren die 10 meter achter u loopt en dan noteert wat er dan uitkomt. Dan komt iets te weten. Ja. Dus de meeste mensen zwijgen als ze negatief zijn. En dus is eer op de 10, hoogstens, die dan het lef heeft om... Allee, het lef. Om je dan uit te schelden of wat dan ook. Maar voilà, dankjewel. Ik ben 3 de marathon lopen, hè, want jij moedigt hem aan en ik schrijf achter u alles op wat ze over u zeggen. Het is wel 10 meter, hè, niet honderden meters hè, dat je achterop moet komen. Ik ga dat proberen. Op de fiets rijden. Ik ga gewoon op de fiets rijden. Ja, met een bandrecorder. Ik kan een step nemen, dat is heel populair tegenwoordig in Antwerpen. Dus, zwaag daarover. Die ziet ook overal. Ik word knettergek van die steps. Knettergek. jongens. Waarom? Wat is er zo... Ja, het is natuurlijk een populair vervoermiddel en als deelvoertuig ook betaalbaar. Tot zover ben ik mee. Maar die klerendingen natuurlijk overal blijven liggen waar je ze niet zoekt of niet wilt zien, is ook waar. Dus geen dag zonder dat we conscience moeten bevrijden van de step die iemand in zijn fontein heeft gesmeten. Of god weet waar dat je die allemaal zit. En die producenten hebben er momenten van gezegd, het is een tijdelijk probleem dat we met geofencing gaan oplossen. Typisch, om tegen een digibet een duur woord te laten, geofencing. Oh, dat lost alles op. Ja, dat komt goed. Als ik dat hoor, dat komt hier helemaal goed. Maar we zijn er jaren later nog altijd op aan het wachten, op die geofencing. En helaas zie ik in mijn ongevallenstatistieken ook wel wat je kunt raden. Hè. Dus daar heel ongevallen, ja, die is met de step is met stip aan het stijgen in de statistieken. Ik heb er zelfs vorig jaar een subcategorie voor laten maken, want die worden normaal bij de fietsen geteld. Dus ik heb gezegd, ik wil dat in een aparte categorie zien en die zie je dus. Die zijn aan een meetkundige reeks bezig. Dat wil zeggen, dat gaat heel steil. En de ongevalswaarde is hoog. Dus mensen die doen, op zijn Antwerps gezegd, serieuze totters met die dingen en die zijn pijnlijk. Want dat zijn meestal vallen in een hoek van 90 graden, recht op het aangezicht. Dus een van mijn goede kameraden en ook gemeenteraad zit bij ons, is spoedarts op Stuivenberg. En die beschrijft wat ze dus op vrijdag en zaterdagavond binnenkrijgen van mensen die dus van die steps zijn getotterd. Die niet altijd in onze statistiek zitten, want niet iedereen doet een aangifte van een ongeval. Meestal zijn dat ongevallen waar niemand bij betrokken is, buiten de betrokkenen die op de step zit. Ja. En dan heb je natuurlijk nog de jonge, overmoedige medemens, de Icarus onder ons, die zich onkwetsbaar waant en die denkt, hoe snel zou ik dat kunnen opdrijven? En we hebben er eentje van de baan gehaald vorig jaar die 128 per uur reed. Ja. En dan denk ik, ja, dit is meer dan levensgevaarlijk. Hè? Ja. Piepkleine wieltjes, de meeste oneffenheid en je gaat aan die snelheid de lucht in, dat overleeft je niet. Dus dat is, fijn. Ik snap dat ze populair zijn, maar dat zijn vanuit mijn oogpunt, ik ben verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, zijn dat dus echt colère dingen, hè, die steps. En daar gaan er stappen in gezet worden? Het beginnen is die geofencing, dus dat die niet meer overal terechtkomen. En wij hebben al een wet gestemd gekregen, die maakt dat je het beneden de 16 jaar eigenlijk niet meer op, je mag er niet met 2 op, je mag niet meer recent, op de trottoir rijden. En ik voorspel dat dat verder zal gaan en dat we waarschijnlijk binnenkort dan ook zo de fietshelm verplicht gaan zien voor dat soort dingen. En eigenlijk is dat terecht. Het is gewoon terecht. Als je dat in de statistieken zoveel terugkomt, dan kunnen we niet anders. Terug even naar de sport. Ja. Want jij, daarjuist hebben we het ook al even aangeraakt, jij bent heel competitief. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja. Competitie is wel een drijfveer in mijn ondertussen leven. Dat is een van mijn minder goede kanten. Moet ik zeer zeggen. Bekend. Ik heb veel goede kanten. Hè. Maar ik heb een paar mindere kanten. En dat is er wel één van. Ik kan daarin soms een beetje te ver gaan. Uzelf verliezen, hè? In competitie, ja, absoluut. Ja. Zo hebt u eens een keer bij badminton, dat verhaal, heb je al een paar keer gezegd, dat u 6 maanden een training hebt gevolgd of whatever, om gewoon maar 1 iemand te verslaan. Ik heb dat eigenlijk maar 1 keer verteld, maar sindsdien moet ik zeggen, dat moet blijkbaar een verhaal zijn dat het mij kleeft of mij typeert. Ja, ik word er vaak sindsdien mee geconfronteerd. Dus ik had... een... maar dan is het oftewel echt een winnaar of een lul, hè? Of, wel, het is... of de beide, meneer De Wever. Je kunt ook beide zijn. Je kunt, ja, dat is geen probleem. Dat lukt mij zelfs vrij aardig. Maar als ik aan iets begin... Het is heel simpel. Er zijn veel dingen waar je denkt, ja, hier ben ik gewoon niet goed in. Ik ben dan ook geneigd om die helemaal niet te doen. Ja, ik heb dat dus ook. De dingen die je gaat doen, denk je, ja, oké, dit ligt me wel. En dus moet ik daar eigenlijk beter in kunnen worden. En misschien zelfs goed in kunnen worden. En misschien beter dan gemiddeld. Of misschien zelfs de beste. En dan, ja, zo vertrekt dat altijd. Zo ben ik ook van een beetje lopen, een marathonloper, om altijd weer te zeggen, ja, maar het kan toch nog wel wat verder, het kan toch nog wel wat meer. Dat zit er wel in, ja. Dat is een karaktereigenschap van de groten, hè. Cristiano Ronaldo heeft dat, Michael Jordan heeft dat. Die willen niet verliezen, hè. Bijvoorbeeld dat badmintonverhaal, dat is... Cristiano Ronaldo heeft dat net hetzelfde, hè. Die heeft op een bepaald moment, op een of ander feestje, heeft hij een goede pak slaag gekregen van Patrice Evra, een andere voetballer. En die kon dat zo helemaal niet... Bij pingpong, met pingpong, die kon dat niet verkroppen. Heeft dan privéles in het stiekeme geheim gaan volgen, om dan op het volgende feestje die Patrice Evra eigenlijk helemaal in de pan te hakken, om dan te zeggen, ik ben wel Cristiano Ronaldo en ik verlies niet, ook niet met pingpong. Ja, ik zie gelijkenissen, ook fysiek, by the way. Ja, dat wasbordje. Je steekt het wel goed weg. Ja, het zit een beetje onder een wanpak verstopt, maar het is er wel. Ik heb dat met badminton dus inderdaad ook gedaan. Ik heb een hele goede vriend, een Franstalige Vlaming. Ze prikkelt de competitie al net iets harder. En wij gingen badmintonnen dus ik had daar geen kans tegen. En ik kon dat eigenlijk niet zo geweldig goed verkroppen. Dus dan ben ik bij de toenmalige Belgische kampioen, Peter Bonheur, ex-Belgisch kampioen, les gaan volgen. Dat heeft me dan toch nog een half jaar gekost, voordat ik die dan echt letterlijk op de knieën heb kunnen dwingen. Want op een gegeven moment kon hij dan dropshots geven, dat hij moest lopen en door de knieën zakte. En dus op het moment dat hij op zijn knieën zat en het shot had gemist, heb ik gezegd, dat wilde ik zien. Ja. 6 maanden naartoe gewerkt, maar dat wilde ik zien. En dan had ik ook voldoening op dat moment. Zijn ze gestopt met spelen? Zo. Ik ben gestopt met spelen op een ander... dat is een totaal ander verhaal. Bent u een padeller? Nee. Dat is een heel duidelijke nee. Nee. Padel. Nee, dat is zo'n rage, hè? Padel. Dat was omdat er niks anders te doen was, toch? Tok. Ja, in Antwerpen zie je toch de padelcentra schieten. Uit de grond schieten als paddenstoelen, ja, inderdaad. Ja. En, dus de klachten daarover dan ook, hè. Dus dat is altijd... dat maakt zo tok. Van buurtbewoners dan? Ja, als je daarnaast woont, is dat een hel, hè. Dat is zo van 's morgens tot 's avonds dat je tok. Want in Antwerpen zelf heb je... Wat is dat daar... noemt dat daar plein publiek hebt gedaan. Ja, maar dat is heel afgelegen. Maar die is goed gelegen. Ja. Is goed gelegen. Kun je toch zoveel als je wilt. De luchthaven van Deurne ook heen. We hebben heel veel vergunningen voor padelvelden. Dat was op een gegeven moment hut van hut. Iedereen wou zo snel mogelijk overschakelen op padel, want daar zit ook geld in. Iedereen wil padellen voor een of andere reden. En dan begint het typische gevecht dat een burgemeester altijd moet voeren tussen Apollo en Dionysus. Als je uw mythologie kent, Apollo staat voor orde. Dionysus, dat is de man van de sater, Bacchus. Bacchus en Dionysus zijn dezelfde. Okay. Dus de plezierbelever. Dus in de stad moet er geleefd worden. Maar er moet natuurlijk ook gewoond worden. Dus het evenwicht tussen hoe gaan de saters laten dansen, maar tegelijkertijd toch zorgen dat niet te veel mensen daar last van hebben. Een constante balans. Dat is constant elke week vechten. Om dat evenwicht te vinden. En dat zal nooit lukken, maar je moet constant daarmee bezig blijven. En dus padel was zo een van de saters van Dionysus die fel in opmars is geweest. Denk ik. Ik denk dat het al over de top is en er is ondertussen al iets anders. Ja, ik las 2 weken geleden in de krant, er is een nieuwe hype. Maar... Spikebal. Nee, met een trampolinetje, hè? Nee, spikebal met een trampolinetje. Ja, dat is zoiets. Ook iets meer raket, ja. Niet in een vakje blijven, volgens mij. Ik weet niet. Dat klinkt boeiend. Nee, ja, ik weet het ook niet. Iets mee in een vakje blijven. Iets mee, ja. Dat is voor heel veel mensen al heel moeilijk tegenwoordig, in een vakje blijven. Vastberadenheid, komt dat dan ook van pas in de job uiteraard? Of dat je dat niet willen verliezen, dat zeggen van, ja, gaat op de knieën? Enfin, professioneel dan? Geen Bill Clinton? Ik denk van wel. Ja, het is... Toppolitiek is nu niet direct voor de zachtste karakters, denk ik, de beste omgeving om te bloeien. Nee, dus je moet een bepaalde hardheid wel hebben. Anders hou je dat niet vol. De echte politieke beesten Pas op, de meeste politici zijn geen politieke beesten. Dat is maar een minderheid, maar die herkennen elkaar ook heel snel. En wat is de definitie van een politiek beest? Ja, dat zijn mensen die politiek ademen en die ook altijd de communicatieve edge in een dossier zien. Je hebt veel politici die goede dossiervreters zijn, die heel hun leven alles doorgronden. En je hebt mensen die daar misschien maar de helft van kennen, maar er toch veel beter mee aan de slag kunnen gaan om te zeggen, ik ga dat dossier nu tot zijn essentie herleiden en ik ga dat ook aan de man brengen op een manier dat mensen zeggen, ja, dat is de gast die ik moet, waar ik moet op stemmen om rond dat dossier iets veilig te stellen. En dat zijn de politieke beesten. En die herkent je in de jungle onmiddellijk. Ja, die herkennen elkaar. Ik denk dat ik dat wel ben. Ja. Ja. En, hoeveel zijn er, zonder namen te noemen, hoeveel zijn er nu momenteel actief? Ik zit nu in het Vlaams parlement. Wij zijn met 124 in het parlement. Ik denk dat er politieke beesten 20-tal van de 124. Tja, is dat... dat zal het ongeveer zijn, zeker niet meer. Er kunnen er ook niet te veel zijn. Nee, voilà, there can be only one. Ja, there can be only one, want die vreten elkaar ook op. Of de kop eraf, hè? Ja, dat is bijvoorbeeld Chris Peters hier in 2018. Ja, dat weet je, dit is existentieel. Hè? Die komt mij hier uitdagen in mijn eigen kot. Dat wil zeggen, hij of ik. Dit is een strijd die niet gewoon een match is. Dit is degene die dit wint, die zit hier. Degene die dit verliest, die mag zijn bezen pakken. Hè? Die gaat waarschijnlijk ergens in Luxemburg achter een bureau eindigen. Door de venster kijken en zich afvragen hoe ben ik hier terecht gekomen? Ja. Wel, door een strijd aan te gaan die je moest winnen en niet gewonnen hebt. Hè. De jungle van de politieke beesten is ook ongenadig, hoor. Heb je toen getwijfeld? Dat je zo'n schrik had om te verliezen? Of zit jij niet een persoon die... In dit specifieke geval niet. Ja. Nee, maar ik denk dat voor iedereen toch vond de campagne van Chris Peters, met alle respect, niet de meest doordachte, goed uitgevoerde campagne die ik ooit in de jungle heb gezien. Mm-hmm. Als je met kinderen langs het vleeshuis wandelt en je zegt, hier kindjes is het steen, dan denk je, dan is uw campagne voorbij. Ja. In Antwerpen is het dan gewoon voorbij. Als een van die kinderen zegt, meneer, dat is het vleeshuis. Ah ja, het vleeshuis. Dan denk je, dit is over. Ja. Dus het was niet de beste campagne ooit. Maar het is wel, de uitdaging is wel reëel. Hè. Ik bedoel, als zo'n beest naar uw stad komt en die zegt, ik huur hier een kruipkot om u uit te dagen. Ja, dan weet je, nu gaat het erover. Die komt niet gewoon voor mijn sjerp, die komt voor mijn kop. Als ik dat verlies, dan is het over en uit. Maar zo werkt het, hè. Maar ik denk dat voor de meeste Antwerpenaren, enfin, ik wil voor mijn eigen spreken, dat die strijd nooit echt reëel was of zo. Zoals jij ook wou zeggen, dat was... Ja, dat was... Van buitenaf had er altijd wel zoiets van... Ja, er werd een titanenstrijd van gemaakt. Had het kunnen zijn, hè, maar ik zeg het nog eens, ik heb met grote ogen naar die campagne gekeken. Ja. Ik ga er niet meer over zeggen, want ik wil het allemaal niet terug... Ik wil het allemaal niet terug oproepen, want het is een beetje een drama, want ik heb altijd met Chris heel goed overeengekomen, heel goed samengewerkt en dan op een gegeven moment in die Zweedse regering is dat beginnen scheef gaan. Hij moest dan zogezegd de linkerzijde van de regering voorstellen, dat ik dacht, maar die rol die past u gewoon niet, man. Allee, dat past u niet. En dus dan is daar een vervreemding gekomen en op een gegeven moment heeft dat dan omgezet in de uitdaging hier in Antwerpen, die ik ook niet zag aankomen en dan dan breekt eigenlijk alles, hè, als die beesten zich tegen elkaar keren. Maar dan moeten we weten, dan is het echt Highlander. There can be only one. Mm-hmm. Als je komt knokken tegen een ander politiek beest, is het nooit om gewoon wat te spelen. Dat is altijd voor de kill. Vrienden in politiek bestaat niet. En... Ja, als je een vriend zoekt in de politiek, moet je een hond kopen. Hè. Ja. Dus dan, maar voor de rest... een vriend politieker. Dat bestaat, maar vriendschap is, laten we zeggen, relatief in de politiek. Is meestal gebonden aan omstandigheden. Ja. Als die omstandigheden wijzigen, wijzigt die vriendschap ook wel. Ik zeg het, Chris Peters en ik zijn lange tijd compagnon de route geweest. En dus, zogezegd, vrienden in de wedstrijd. En plotseling was die vriendschap over. Dat kan gebeuren. Ja, dat is waar. En dat kan dus niet, het heeft een bepaalde hardheid. Hè. En dat kan niet dat het er nou dan zo is van, oké, proficiat heeft gewonnen en dat komt dan toch nog ergens wat terug over. Is echt zoiets van, nee maat, ga het maar willen pakken. Nu moet er niet afkomen. Alles kan, hè. Omstandigheden kunnen draaien en keren. Maar laten we zeggen dat zowel de strijd in 12 met Patrick Janssens als de strijd in 18 was 2 keer over en uit, hè, voor degene die de strijd verloren heeft. En, maar die vond ik interessanter. Dat was alleszins spannender. Dat was spannender. Maar ook een zeer harde campagne. En dan zie je de ontlading tot de tranen toe van de verliezer. En als je er nu op terugkijkt, heb je natuurlijk meer empathie dan toen. Je wordt ook wat ouder en milder en je hebt meer begrip voor hoe dat de andere daar naartoe keek. Maar in essentie kan dat volgende keer terug hetzelfde zijn. Hè. Als de grote uitdager zich aandient, dan weet je, het is misschien allemaal niet zo lieflijk, maar uiteindelijk komt hij ook om uw kop. Hè. Dus die van u gaat er even goed af. Hè. Ja, zonder compassie. Hè. En dat hij dan achteraf wat empathie heeft voor mij, ja, sorry, daar zit het dan vet mee. Maar ik heb dat wel... ik heb wel als burgemeester veel geleerd, moet ik zeggen, om wat meer begrip te hebben voor, laten we zeggen, de moeilijkheid van het besturen van de koekenstad. Ja, dat is al... Dus ik heb veel illusies verloren. Maar goed, ik heb er nog altijd veel. Je was naïef. Ik heb er nog veel. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Gaat dat nog lang doen? Kun je dat kiezen? Allee, totdat de kiezer u kiest, maar... Ja, tot kun je dat tot het einde van de tijd doen? Of je kunt zoveel mandaten doen als dat je aan kunt fysiek, maar basically totdat de kiezer iemand beter verkiest. Ja. En de kiezer heeft altijd gelijk. En wanneer dat is, dat weten we natuurlijk niet. Hè. Want wanneer is de volgende dan? Als in 24. Dus in 24, vorige keer hadden we de moeder van alle verkiezingen, dus dan wordt die de grootmoeder. Want nu hebben we dus de regionale, de Europese, de federale en een paar maanden later de lokale, allemaal op 3 maanden tijd. Dus dat wordt boeiend. Ik moet toch niet gaan zitten, hè? Zie? Dat weet je nooit op voorhand. Hè? Maar ik ben al opgeroepen geweest. Moet je dan ooit nog eens in mijn leven? Dat kan zeker zijn. Oh. En... Kun jij het regelen? Nee. Want ik heb er niks mee te maken. Dan zal dat jij doen. Dus, ik organiseerde verkiezingen niet. Zou al straf zijn. Hè? Dat diegene deelneemt, ze ook organiseert. Zo. In Rusland doen ze dat zo. Dat werkt vrij goed. En dan winnen die ook toevallig. Ja. Dat denk je dat je verkeerd ziet. In Rusland en democratie is puur sang. Ik denk dat dat niet... Hij is naïef. Hij is naïef. De nadruk op sang waarschijnlijk. Ja. Puur sang. Ja. Zeker, ja. Puur uit bloed opgebouwd. Daar hebben we gelijk in, denk ik. Maar hoor je toch nog kandidaat stellen? We zijn toch normaal... Ik zou dat heel graag doen. Omdat er veel projecten in Antwerpen nog lopen, zoals Oosterweel, die ik eigenlijk zou willen afwerken. En dus het idee, als dat af is, dat dan de cirkel rond is, dat spreekt me wel aan. Maar je weet natuurlijk nooit in ons leven wat er allemaal gebeurt. Je hebt dus 2 vervelende verkiezingen die ervoor zitten. Als je die verliest, is het probleem dat je dan een paar maanden later terug moet gaan. Dat is niet ideaal. Maar als je die wint, is het ook nog erger. Hè? Want dan moet het zantekraam gaan overnemen en dat nu gaat overblijven. En dat wil zeggen dat je toch serieuze problemen gaat op te lossen hebben. Ja. En heel serieuze problemen gaat op te lossen hebben. En dan bestaat de kans dat ze zeggen, maar je moet nu in Brussel de komende jaren gaan verslijten. En dan hangt eraan. Hè? En dan kun je het burgemeesterschap vergeten. Dus dat oogt wel uitdagend. We zullen zien. Ik zou het zelf liefst nog een termijn verder doen, als de kiezer het wilt. Ja, dat zou ik zelf het liefste doen. Maar tussen wat je zelf het liefste hebt en wat er gebeurt, het zit nog wel wat tussen, daar moet je echt een beetje geluk voor hebben in de wedstrijd. Ik heb nog 1 vraag bij die sport eigenlijk. De Olympische Spelen, kan dat ook naar Antwerpen komen? Of nee. Zijn we te klein? Daar zijn wij, en dat is afschuwelijk om zoiets te moeten zeggen als burgemeester. 1920? Maar dat kunnen wij logistiek niet aan. De wereld van 1920 was een heel eenvoudige wereld, met heel weinig landen. De meeste landen waren een kolonie van een ander land. En zelfs dat was eigenlijk logistiek totaal crazy, dat Antwerpen dat toen heeft moeten organiseren. Dat was een soort cadeau, een zeer vergiftig cadeau na de Eerste Wereldoorlog, waar wij zwaar hebben geleden als land. Kregen we die organisatie. Maar daar zijn de organisatoren niet rijker en niet vrolijker van geworden, moet ik zeggen. Die omstandigheden, daar kunnen boeken over geschreven. Er zijn boeken over geschreven, dat is onwaarschijnlijk geweest. En eigenlijk, een stad als Antwerpen kan zoiets niet meer dragen. Dat is te groot. Dus dat zou je alleen als regio in zijn geheel nog kunnen doen. Dat je zou zeggen, Vlaanderen stelt zich kandidaat, dus dat zou kunnen als een soort gastregio. Dat zou nog net lukken. Maar dan moet je nog de vraag stellen, al die infrastructuur die je dan moet bouwen, waarvoor gaan we die dan daarna gebruiken? Olympisch dorp en zo. Dus als je destijds Sevilla, daar was 3 keer niks. Hè. Dat was Franco-regime, dat was nu niet het meest ontwikkelde land. Ik zie de Spaanse vlag achter u hangen. Absoluut. Dus als je zegt van we gaan daar autosnelwegen bouwen, stadia bouwen, die hadden ze toch van doen. Ik zou niet weten waar wij alles moeten zetten en dan daarna zeggen, nu kunnen we dat nog gaan hergebruiken. Waarvoor? Dus het zou ook economisch niet... Geen slimme zet zijn. Nee, het zou geen slimme zet zijn. Nee. Dan doen we het maar met de start van de Tour de France. Wel, de start van de Tour de France denk ik dat we ook niet gaan zien, omdat het geld dat die organisatie daarvoor vraagt zouden wij kunnen betalen. We zijn geen arme stad, maar dat is crazy. Die prijzen zijn crazy. Het is nog niet zo heel lang geleden dat we dat hebben gehad, of niet? Wij hebben een départ gehad, maar we wouden eigenlijk de grand départ, dus de start van de ronde. Ja. Want als je echt commercieel wilt scoren, moet je de start, de grote start hebben. Maar daar moeten op bieden, en dat gaat in bedragen, dat je zegt, ja, we zouden dat kunnen betalen, maar dat is naar return economisch toe niet te verantwoorden. We hebben de Ronde van Vlaanderen, we hebben het wereldkampioenschap gehad, en ik geloof liever, ik heb liever dat soort dingen die lokaal wel enorm veel kijkers trekken, dan dat we events moeten gaan bieden met crazy prijzen om een one-shot te hebben. Ik denk dat we dat niet gaan doen. Nee, we hebben er een tijd op aangestuurd om de Grand Départ te hebben. Maar uiteindelijk denk ik niet dat we daar nog voor gaan. De Ronde van Vlaanderen is eigenlijk al heel mooi en daar kijkt ook heel de wereld naar. Ja, absoluut. En wat voor bedragen spreken we dan? Start Tour de France in een stad? Dat gaat over, dan zit het boven de 10 miljoen euro. 10 miljoen euro, ja. Dat boven, is, erboven, hè. Dat is eigenlijk voor uiteindelijk een départ, dat is een knal, ze zijn weg. 10 minuten later is het voorbij. Dat is veel geld aan. Als we nog eens Tour de France doen, dan zal het eerder een arrivé zijn dat we opmikken. Dat is eigenlijk veel interessanter. Of een bergetappe. Ja, over de bruggen van het Albertkanaal. Dat kan. Als je dat parcours zo aanlegt, dat ze dan veel overrijden. Dan veel mooie nieuwe bruggen. Remco Evenepoel in het geel. Kijk eens aan. Dat zou mooi zijn, hè? Ja, maar het is, een local hero is ook wel wat je nodig hebt, hè? Dus het wordt ook plausibeler om veel geld te leggen als je iemand van je eigen gemeenschap kunt zien schitteren. Klopt. Dat is, we hebben een EPC-tennistoernooi naar Antwerpen gehaald. We hebben dat 20 jaar niet gehad. En het enige wat dat er nooit eigenlijk mankeert, is een grote lokale ster. Dus een nieuwe Kleisters of een nieuwe... Dus iemand van die aanfiguren die top 20 kan spelen en dan... En u ziet dat toernooi, dat doet het niet slecht, maar dat heeft... Mertens toch in die Ja, die zit nog in de subtop van de wereld. Hè? Ja. En dus je merkt dat toernooi doet het niet slecht, hè? Maar dat is niet zoals vroeger met Diamond Racket. Dat was onvoorstelbaar. Ja, hè? En dat was omdat mensen kwamen in de hoop dat hun lokale helden konden schitteren. Dus ja, met Remco Evenepoel, dat is wel een gamechanger. Want je hebt voor de eerste keer iemand die zo'n tour zou kunnen winnen. En dan natuurlijk is het idee om als je ooit eens niet in de functie moet rijden van knechtenrol, Wout van Aert. Dat is we hebben er een aantal nu dat lijkt erop dat we die gaan hebben. En dat wordt natuurlijk zo het hebben van een rit in uw stad wel ook pak interessanter. Er komt dan eens zoveel volk, hè. Men wilt die renners zien, hè. In de Ronde van Vlaanderen, die voorstelling met de renners, dat is ongelooflijk. Men komt om 1 of 2 renners te zien, hè, om die gewoon fysiek te kunnen zien. Dat zijn helden, zeer benaderbare helden. Ja, hè. Ja dat is ook zo. Ja. De wielrenner, als je dat in het echt ziet, dat is indrukwekkend. Hoe mager dat is aan. Die kun je echt door de briefbus steken op televisie. Ook die echte rouleurs of enkel die bergjager? Die bergjager, dat is helemaal verschrikkelijk. Ja, je hebt natuurlijk sprinters, die zijn wat steviger, maar een gemiddelde renner, als je die zijn armen bekijkt, die zien er breekbaar uit. Ja, breekbaar. Je kunt xylofoon spelen op die mannen. Tot als op een flow zitten, dan breek jij, denk ik. Dat zijn beesten. Hè. Als atleet zijn dat beesten, maar als je ze ziet, dat is... Dat is mij toen opgevallen bij de eerste keer als we dus die start gaven, want dan zien ze allemaal voor hun neus passeren. Hoe mager dat die mannen allemaal zijn, er staat echt geen gram vet. Moet je die dan niet? Sommige, ik kan me niet opdringen aan al die mensen. Ja. Ik ben van nature een terughoudend en verlegen mens. Dat gelooft niemand, hè, maar toch is dat zo. Jawel, ja, absoluut. Ik ga mij absoluut nooit opdringen aan mensen. U haat knuffelen en zo, hè? Dat sowieso. Ik heb graag dat mijn territoriale wateren worden gerespecteerd. Maar ik ga ook nooit op mensen afgaan als ik niet een soort van... ik ben zoals een vampier, je moet mij eerst uitnodigen. Anders kom ik niet binnen. Dus je moet mij eerst een teken geven van, jij moet nu hier komen, ik wil u iets vragen, of ik geef u een soort van contact waar je uit blijkt van... Maar ik zal nooit naar een groep mensen gaan en zeggen, hier is de Bart. Hier ben ik, de Barry is hier. Zeg het, nee, nooit. Oké. We zijn momenteel 1,5 uur bezig, meneer De Wever. Ik weet niet... Hoeveel foto's hadden jullie eigenlijk? Want dit is de 4e of zoiets? Ja, het is zeker dat het plezant is. Hè. Er zijn er nog... Er zijn er nog. We kunnen nog even door. Ik ben gewoon benieuwd wat je nog hebt. Kunnen we er sneller over gaan? We kunnen er sneller over gaan. Oké, voilà. Ah, hier, ja, voilà, kijk eens aan. Er is een uitzinnig publiek opgekomen. Ja, mij, dat is het. Die dus twee oudere Maria dames. En dat is zo de leeftijdssegment waarin dat ik nog altijd score. Hè. Ja, dat denk zo, ik ook wel. Ja, ja. Dames van een zekere leeftijd, die, die hebben mij graag. Tinder date. Ja, maar die zitten niet zoveel op Tinder eigenlijk. Ja. Nee, nee. Ik ook niet trouwens, ja, nee, voor alle duidelijkheid. Zou dat een goede maar je weet wel al wat is. Ik weet wat het is, ja. Ja, ik heb natuurlijk, zoals... elke goede vampier, jonge slachtoffers die met een af en toe zeggen, tegenwoordig is dit of dit hot, ja, en gaat dan werkt dan zo en zo. Dus ja, dat is met dat swipen en op dood. Ja, ja. Waar was dit? Dit is vanuit het Schoonverdiep getrokken, dus het is overbelicht, want het was een zeer zonnige dag. Het is de Grote Markt. Wij hadden ja, je ziet het voetstuk van Brabo. Hè. Ja, en dus de aanloop van Tomorrowland hadden wij 3 donderdagen een korte DJ-set. Om het Tomorrowland publiek. Van u? Dat dus... gaat ge DJ? Nee, uiteraard DJ niet. Barry. Uiteraard DJ Barry in de house. Niet. Let's uiteraard go. Niet. Want er zouden zo plaat van La Estrella hebben en zo. Ik weet niet of dat... enfin, dat publiek zou nog blijven staan. Okay. Die rocken gewoon uit. Maar dus die donderdag voor het... Want het waren 3 weekends, hè, Tomorrowland. Dus ik denk 2 donderdagen voor dat weekend was er dan zo'n soort avant-première op de Grote Markt. Omdat Tomorrowland publiek al wat 1 te pleasen en 2 ook naar uw stad te lokken. In de hoop dat die mensen ook iets blijven drinken en eten en dus uw horeca een beetje steunen. Ja, hè? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En dus die DJ-set was van op Schoonverdiep opgebouwd. En ik dacht van ja, ik ga toch eens naar die draaitafel kijken en te zien hoe dat eruit ziet. Mm-hmm. Snel een selfie. Dit is vlak voor het begint uiteraard. Hè? Dus die 2 dames die vragen zich waarschijnlijk ook af. Waar ben ik? Waar zijn we nu eigenlijk terechtgekomen? Ja, ik wou gewoon een koffie gaan drinken. Ja, ik denk dat die zeer snel de markt ontvlucht hebben nadat het Tomorrowland beat gebeuren in gang is geschoten. Wat is ook niet echt mijn ding, Tomorrowland. Ik ben meer... ik wou net vragen, wat is uw muzieksmaak? Ik ben meer Yesterdayland. Of misschien zelfs The Day Before Yesterdayland-achtig mens. Okay. Op vlak van kledij, muziek, alles. Persoonlijke voorkeuren. Ja. Nee. De mensen waar ik het best mee overeenkom zijn toch al gemakkelijk 2000 jaar dood. Dus, ja. En op vlak van muziek, ja, er stopt het ongeveer eind 19e eeuw zo voor mij. In de 20e eeuw is toch vooral veel lawaai gemaakt. Ah ja. Ja. Frenchcore, dat vindt u niet top. 50 Cent. Drum and bass, dubstep. Zeg maar allemaal niks, man. 50 Cent, die heeft in het Sportpaleis gespeeld. Ja, dat klopt. Dus dat weet ik, want er hadden kaarten voor me. Ik raakte die aan de straatstenen niet kwijt. Je krijgt wel eens kaarten toegestuurd voor concerten. Dat ging 50 Cent. Ik denk 50 Cent. Dus ik weet dat die bestaat. Ik vroeg aan mijn kinderen 50 Cent, maar die wouden daar nog geen 10 cent vergeven. Nee, dus die, dat is meer onze generatie. Ja, die zo van, ja, die hebben dan zo'n uitleg, die is niet meer... ja, hip, hè? Nee, nee. Ja, hip, dus hebben er woorden voor tegenwoordig. Lied cool. Ja, hij was het alleszins niet meer. En dus ze gingen niet. Hij had geen drip, denk ik. Ja, nee. En kaarten voor, hoe heet de mens ook weer? Hij is onlangs geweest. Die genderfluïde... Harry Styles. Die daarentegen, die waren eerder fel begeerd. Dat dus ook daar had ik kaarten voor. Ja, dat was andere koek. Ja, mijn vriendin is daar naartoe geweest en ik heb nog nooit zo'n bende gillende vrouwen van alle leeftijden bijeen gezien. Dat is zo. Wacht, een momentje gezegd. Mijn vriendin is geweest? Ja. Maar je is zelf ook geweest? Nee, ik ben zelf niet geweest. Maar ik heb de filmpjes gezien. Ah, je hebt de filmpjes gezien. Ik heb de video's gezien. Ja, ik ben zelf niet geweest. Ik was even aan het denken, mijn god... Wie gaat daar mee naartoe? Nee, zoiets. Allee, als ik alleen al zie dat ik die kaarten heb gegeven, dan lijkt mij dat verschrikkelijk om daar fysiek te moeten bij zijn. Maar ze vonden het allemaal geweldig. Ja, dat is zeker. Oké, ja, we zullen dan snel naar de volgende foto van een Vitesse-holler. Ah. De Simpsons. Ja, daar heb ik veel aan te denken. Want voor de Simpsons moest ik in elk hotel mijn naam 5 keer zeggen. Ah, ja. En nu is dat allemaal, Bart. Ah, ja, zo. Ja. Die naam bestaat in geen enkele taal, hè? Bart. Bartholomew bestaat uiteraard, of Bartholomew, maar Bart bestaat niet, hè? In geen enkele taal. Buiten het Nederlands en dan specifiek nog het Zuid-Nederlandse naam, Vlaamse naam, Bart. Dus ik moest altijd zeggen, I'm Bart. En dan zei van, ja, dat with the D of with the T. En nu zeg je dat, I'm Bart. En als je dat in Amerika nu zegt, is van, like The Simpsons. It's an actual name. En dan beginnen die mensen allemaal uit te lachen. Dus elke keer aan de balie van elk hotel, zo. Een veel goed moment. Ay caramba. Ay caramba, indeed. En in de eerste seizoenen een briljante reeks. De Simpsons. Zeker. Vond ik persoonlijk. Ik ben op een gegeven moment gestopt, want ze blijven maar seizoenen bijmaken. Dat is het probleem altijd, ze kunnen nooit stoppen. Maar de eerste 8 seizoenen van de Simpsons, dat vond ik persoonlijk briljant. Op hoeveel niveaus dat werkte, die reeks. Lage instap, tot en met culturele referenties, voor hoogvolwassenen, zelfs bejaarden. Allemaal in elkaar gewerkt. Schitterend. Ja, ja, maar als je ziet wie dat er in die writersroom zat in die beginjaren, dat zijn eigenlijk allemaal toppers geworden. Of Conan O'Brien, om er één te noemen. Ja, hallo. Als die mee aan de scenario's werkt, dan is de mogelijkheid groot dat het humoristisch snor zit. Dat wel. Ja, whatever. We hadden nog wat vragen bij, maar boeit niet. Let's go. Ja, dit, ja, dat... En hier hadden we gewoon één vraag bij. Wat bent u aan het doen? Is dat... Ja, een heel opvallende inbreker? Of? Daar zou ik eens terug naartoe moeten gaan. Die hebben mij teruggevraagd. En dat is een high-tech company die in het Antwerpse is gesticht en ook floreert, want er werkt behoorlijk wat volk al. En die zitten in de gaming-industrie. En dus dit is een manier om een personage te virtualiseren. Of ze hebben me echt compleet goed liggen gehad. Maar ze hadden toch veel van die kostuums hangen, dus ik veronderstel dat het ook echt zo moet. Dat is dus een manier waarop een computer u blijkbaar volledig kan absorberen als personage. En dan duikt het erna op in een game. Dus ik ben hier een gamefiguur geworden. Dus er bestaat een game waarin deze figuur een rol speelt. Oh. En dus die bewegingen die die figuur moet kunnen maken, moeten eerst... Zeer elegant waarschijnlijk. Dan. Gespeeld worden. Ja, elegant is een groot woord, maar ze moeten gespeeld worden. En geregistreerd worden. En dus de technologie is dat je dat niet allemaal met 100.000 tekeningen niet meer moet doen, maar dat die computer, die heeft voldoende computing power om dat eigenlijk om te zetten naar een virtueel beeld. En dan zeg je een personage. Ja, en ik moest nu eens terugkomen, omdat, wat zeiden ze nu ook weer? Dat ze ook graag de stem hadden om salto ergens te gebruiken. Nee, stemgeluid. Hoe moest een salto komen? Dat zou wel cool zijn dat je zo een soort teken had van, dat je dan met politiekers zou kunnen vechten. Zo. Ah, Mortal Kombat. Bart De Wever tegen Tom van Grieken of zo, puur virtueel. Ja, of een live battle mag ook. Of een live battle mag ook. Maar... Je hebt Boxing with the Stars, misschien met de politici. Ik ben heel blij dat ze daar geen politici voor vragen. Want de verleiding om daar aan mee te doen, zou vrij groot zijn, om eerlijk te zijn. En dan is het, echt op leven en dood, denk ik. Misschien die ring schuim op de bek en let's go. Ja, dat wilde nu echt niet verlezen. Dat snap ik. Dat zou fout aflopen. Bent u een gamer? Ja, wel. Nee. U hebt dat zien opkomen, hè? De Atari's van deze wereld, de Nintendo's. Ik heb alles weten opkomen. De eerste games van Tandy, de Atari's, de Game Boys. Zo die eerste draagbare computerspelletjes die je dan had. Dat was dan Donkey Kong, dat je daarop kon spelen. Ik ben nog opgegroeid, in Kontig dus. En dan moest je om te gamen wachten tot het kermis was. En dan een stuk van 10 frank, later werd dat 20 frank, in een lunapark in een kast gaan steken. En dan kon je Pac-Man spelen, of Galaga, of Galata, hoe heet het ook weer. En Space Invaders. En dan later kwamen de eerste computers die je thuis kon... gebruiken. Ja, met dat ding. Dat stipje dat je altijd moest opvangen. Ja. En dan kwamen de eerste computers die je thuis kon installeren om games te spelen. En die games die hadden dus nog handvaten toen. Hè. Dat was zo'n game dat had een handvat. En dan moesten dat, ik zie u kijken, als een koei op een trein. Maar dat was een Philips, een Videopack 2000. En die games die waren ongeveer 10 centimeter hoog, 5 centimeter breed. Die hadden een handvat en je duwde die letterlijk in die computer. En dan konden daar heel eenvoudige videospelletjes mee op de tv spelen. En zoals bijvoorbeeld bij de Nintendo en zo, de videocassette. En dan veel groter dan. Hè? Maar die waren toen, als het niet werkte, in balans. Die waren mega groot toen nog. Hè? Dus in de jaren 80 had ik zo'n videopak. En ik ben dan veel later, met mijn kinderen in Berlijn naar het Videospelletjesmuseum gegaan. En daar dus een ongelooflijke aha-erlevenis, want al die computers staan daar nog en die werken allemaal nog. Oh. En dat is een onwaarschijnlijk moment van vreugde geweest. Je echt zie heel je jeugd daar staan en je kunt daar dus nog op spelen. En dus voor ik het wist, had ik mij daar volledig laten gaan op Pac-Man en ook op Space Invaders. En competitief als ik ben, doorgegaan tot ik het dagrecord had gespeeld. Waarna... De kinderen al lang naar huis. Nee, het is veel erger. Mijn kinderen, die ik altijd verweten heb van veel te veel tijd te spenderen aan die games. En dus ook had wijsgemaakt dat dat in mijn tijd er geen was. En dat papa veel meer moest studeren. Ineens hoorde ik achter mij mijn jongste zoon zeggen: ah, papa, jij was dus toch een gamer. En op dat moment voelde echt de grond onder je voeten wegzakken en gaat er dus volledig in. Maar hoe kun je dat nog ontkennen als je net het dagrecord zo het dagrecord eraf heb gespeeld? Jij was dus ook een gamer. Heter dat? Daar gaat het gezag. Ja, maar jij zei toch dat jij nooit en altijd moest studeren. Dat was de rest van de dag doffe ellende. Maar ik had wel het dagrecord. Dagrecord. Every cloud has a silver lining. A little silver lining. Maar ik kan het wel aanbevelen. In de Karl Marx Allee. Dus het is Oost-Berlijn. Karl Marx Allee. Daar is het Spelletjescomputersmuseum van Berlijn. Het is voor, laten we zeggen, de iets oudere medemens. Dat is gewoon heerlijk om te zien. En daar zie je ook het enige spel dat ooit in het Oostblok ontwikkeld is. Want het Oostblok is gevallen eind jaren 80, zoals communisme. U weet. En dus in het communisme bestonden geen videogames. In de Sovjet-Unie deed men daar niet aan. En dus de DDR, wat het modernste land was van het Oostblok, had men toch het idee, we moeten een antwoord vinden op die westerse games. En daar kun je nog altijd het enige videospel spelen dat in de DDR ontwikkeld is. En dat is met hele grove pixeltjes een jagertje. En dat kun je naar boven en naar beneden bewegen. En aan de andere kant van het scherm is er een hertje. En dat gaat ook naar boven en beneden. En als je op een knop duwt, dan vliegt er een kogeltje, zo'n wit pixeltje, van links naar rechts. En je moet dus ongeveer gokken wanneer dat die baan dat hertje gaat raken. Het saaiste spel ooit verzonnen, maar dat was met alle technologie van het Oostblok het allerbeste dat ze konden verzinnen. Echt een heerlijke plek om te bezoeken, moet ik zeggen. En dus ondertussen ziet de gaming-industrie er wel wat anders uit. Hè? Ja, kijk. En dus moeten dus nu als kerstboom... Met bamboestokken zwaaien blijkbaar om games te maken. Maar het was wel... het is wel een leuke foto. Heeft weinig likes gehad. Ja? Ja. Dat herinner ik mij nu nog. Hè? Maar wat belangrijk is de familieliefde. Hè? Ja, dat is waar. Het maakt niet uit of dat iemand in knokken u liked of niet. Want doet je dat zelf ook op Instagram? Klampt u daar maar aan vast. Ja. Pardon? Doe je dat zelf op Instagram? Of is dat iemand? Het is te zeggen, ik beheer geen enkel account zelf, maar ik lever wel de content. Je levert wel de content. Dus als ik iets zie dat mij opvalt, dan denk ik, ik heb zo'n WhatsApp-adres, daar zit een man of 6, 7 op, en die kijken er dan naar en die zeggen, dan is dit wel een goed idee, Bart. En de helft van de keren zeg ik, misschien niet dan. En anders zetten die dat dan online. En dan... is het soms een raadsel wat dat mensen dan leuk vinden en niet leuk vinden. Ik ben er nog altijd, ik snap het nog altijd niet. Sommige dingen dat ik denk van, dat is een kraker. Nobody cares. En sommige dingen, dat is lame. En dan krijg je 20.000 likes. Ik snap het nog altijd niet, hoe dat social media werken. Maar bon, ik vind het wel... ik kan niet liegen. Ik heb mij lang tegen verzet, social media. En denk van, ik ben yesterday man, ik doe er niet aan. Hebben ze gezegd, kijk naar Amerika, het kan niet anders meer, want binnen 10 jaar is dit alles nog. Dus de reguliere media gaat eruit, dat is een kwestie van tijd. Dus je moet je voorbereiden op die toekomst en dus accounts opbouwen. Daar gaat ook over veel geld, moet ik zeggen. Daar wordt behoorlijk in geïnvesteerd en dus moeten content beginnen aanleveren. Maar ik ga nu niet liegen, dat aspect vind ik dan weer wel leuk. De content maken echt. Ja, natuurlijk. Ja, content maken. Omdat je er zo'n beetje in je creativiteit... Vooral de voorstellen die geweigerd worden, die vind ik echt leuk. Dat zijn meestal de beste dingen. Ja, dat zijn altijd de dingen, dat is mijn beste vondst, die komen er nooit door. Stuur hem onder ons door. Als je nog iemand nodig hebt om te keuren, we hebben wat expertise op dat gebied. Ja, ik zou graag nog een paar jaar verder doen. Misschien als ik er vanaf wil, dat we tot een overeenkomst kunnen. Dan doen we het ineens te goed. Ja, als ik snel op pensioen wil, dan weet ik jullie wel te vinden. Dat is goed. Oké, dan... zijn we nu helemaal rond, denk ik. Dan rest ons enkel nog maar de kijker thuis te bedanken, de luisteraar thuis te bedanken, u te bedanken uiteraard. Dat is graag gedaan. Tot de volgende, zou ik zeggen. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Het was een vlot gesprek, hè. Ik had nooit gedacht dat het 1,5 uur al voorbij was. Maar... we hebben het nu... 1 uur en 42 heb ik hier. Dat is mooi, hè. Prachtig. We gaan zwaaien naar de kijker en de luisteraar moet maar inbeelden dat we aan het zwaaien zijn. Hè. Doei!